Goedemiddag, dames en heren. Het is mij een groot genoegen om u namens de KNOW en dan met name het medisch domein en de sectie geneeskunde welkom te heten bij deze expert meeting over gecontroleerde humane infectiestudies. Mijn rol in deze organisatie is beperkt en ik zal daarom snel dadelijk het woord overdragen aan de mensen waar het echt over gaat, maar een paar kleine huishoudelijke opmerkingen. In deze Zoom-sessie heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de sprekers door middel van de Q&A-button aan de onderkant van uw scherm. De sprekers zullen dan tijdens het webinar die vragen schriftelijk proberen te beantwoorden, tenzij de sprekers en de coördinatoren of de gespreksleiders de vraag zo boeiend vinden dat we hem laten staan tot het einde van de webinar om gezamenlijk te bediscussiëren. Dus detailvragen kunnen worden teruggelezen in de Q&A. Maar schroomt u dus niet om vragen te stellen via de Q&A-button onderaan uw scherm. Daarmee ga ik eventjes terugtreden en het woord laten aan een van de coördinatoren, Heiman Wechtheim. Heiman is samen met Meta Roestenberg de grote trekker van dit webinar. En Heiman zal de eerste deel van deze webinar voorzitten. Heiman? Ja, dankjewel Ron. Welkom allemaal bij deze expert meeting. We hebben inderdaad gekozen, toch omdat het een controversieel onderwerp is, om het redelijk besloten te houden. We zijn ongeveer met 100 man om het met elkaar te bediscussiëren. Dus de aspecten rondom wat is eigenlijk het nut of de waarde van een dergelijk gecontroleerde humane infectiemodel, of een CHIM, Controlled Human Infection Model. Maar ook de ethische aspecten die daaromheen zijn. Maar ook internationale context is van belang. Wat vooral nu interessant is, dat in de UK, de United Kingdom, 2 maanden geleden ethische toestemming is verkregen om in 90 gezonde jonge vrijwilligers een dergelijke studie te doen. Echt een soort doosvindingsstudie. Maar we ook kijken van, behalve de internationale context, hoe zou in Nederland een dergelijk model eruit moeten zien? In Nederland is er best wel veel expertise rondom infectieziekten in het algemeen, maar ook rondom dergelijke gecontroleerde humane infectiemodellen. Zouden toch niet daar meer een rol in moeten spelen om belangrijke vragen rondom COVID-19 te beantwoorden? Maar daar hebben we een mooi panel van sprekers voor gevonden. En om daar maar meteen te gaan beginnen, vond het van belang om de eerste spreker, iedereen die hier nu aanwezig is, een beeld te geven. Wat is dat nou eigenlijk, zo'n CHIM, zo'n Controlled Human Infection Model? Dimitri Livatopoulos van het Radboud UMC, die zal het gaan toelichten. Vooral zeer betrokken bij pneumokokkeninfecties en kinkhoest, en ook met Controlled Human Infection Modellen hierbij. Die gaat de spits afbijten. Dus Dimitri, we kijken uit naar jouw presentatie. Ja, dankjewel Heiman. Ik zal even mijn scherm delen. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Kan iemand eventjes bevestigen dat het zichtbaar is? Ja, klopt. Ja. Goed zo. Heel mooi. Even wachten. Ja, kijk. Om eigenlijk te beginnen met een... Want we praten over gecontroleerde humane infectiemodellen. Om dat even in een goed historisch perspectief te zetten, is het goed, denk ik, om te realiseren is dat de eerste geval van een gecontroleerde humane infectie eigenlijk al plaatsvond in 1796, waarbij Edward Jenner die eigenlijk vaccinatie voor het eerst heeft toegepast tegen pokken, dit heeft gedaan. Dus hij gebruikte pokken om, hij heeft de zoon van, helaas op dit moment is dat ethisch niet meer toegestaan, maar hij heeft de zoon van een werknemer van hem, heeft hij blootgesteld aan materiaal waarin ook pokken zat. Dat is ethisch niet meer te handhaven uiteraard. Maar er zijn wel heel veel, sindsdien heel veel ontwikkelingen geweest. Er zijn op dit moment heel veel modellen van gecontroleerde humane infectiemodellen in gebruik. In 2000, hier zie je eigenlijk een overzicht bijvoorbeeld van verschillende toedieningen. In dit geval van het griepvirus en rechtsonder met malaria besmette muggen.
En als wij kijken naar hoeveel gyms er op dit moment eigenlijk wereldwijd zijn opgezet, dan telt dat al aardig op. En op dit moment zijn er eigenlijk gyms voor meer dan 30 pathogenen, waarbij in totaal een geschat aantal van meer dan 25.000 vrijwilligers zijn, die al hebben deelgenomen aan verschillende infectiestudies. En in het algemeen hebben deze een uitstekend veiligheidsprofiel. Nou, hoe werkt zeg maar eigenlijk een gecontroleerd humaan infectiemodel? Ik ga hier overigens niet in op de ethische of op de maatschappelijke aspecten. Dat zal verderop ook worden behandeld. Dus ik zal het ook niet hebben over de werving en de informed consent procedure. Maar wat natuurlijk wel belangrijk is, is goed te kijken naar de in- en exclusiefactoren. Dus er vindt normaal gesproken een screening plaats. En vervolgens nemen de vrijwilligers deel aan de studie. Op dat moment zijn er verschillende overwegingen. Je zou kunnen, afhankelijk zeg maar, van het type pathogeen en of dat zeg maar, uitbraakgevoelig is, ja of nee, kun je kijken naar een in- of een outpatient setting. Begin je eigenlijk dus daarna met het afnemen van je pre-infectiesamples. En dit is natuurlijk het grote voordeel van een gecontroleerd humaan infectiemodel, is dat deze samples aanwezig zijn, waardoor je een heel gedetailleerde blik kunt krijgen, een heel gedetailleerd inzicht kunt krijgen in het beloop van de infectie. Vervolgens vindt inoculatie plaats, en dat kan natuurlijk op verschillende manieren plaatsvinden afhankelijk van de pathogeen. En normaal gesproken vindt hier dus ook eerst een dose-finding studie plaats om de optimale dosis te identificeren, de minimale dosis die nodig is om een gespecificeerd eindpunt te bereiken. En vervolgens worden deze deelnemers opgevolgd om te kijken naar onder andere veiligheid, naar infectie, naar allerlei verschillende aspecten. En hierbij is natuurlijk ook een belangrijke overweging is of er ook escape medicatie aanwezig is, ja of nee. En vervolgens vindt er een follow-up plaats van deze deelnemers en soms ook opnieuw een challenge om te kijken of bijvoorbeeld eerdere expositie heeft geleid tot bescherming, ja of nee. Nou, als we dan kijken naar de situatie voor SARS-CoV-2, dan is er natuurlijk zeg maar, een verschil in, is dat wij zijn nu gestart met een immunologisch naïeve populatie. Intussen zien we natuurlijk gewoon dat een groot deel of een toenemend deel van de populatie eigenlijk een bepaald niveau van immuniteit heeft ontwikkeld. Dan wel door infectie, dan wel door vaccinatie met verschillende type vaccins. Dus we krijgen eigenlijk een gradiënt waarbij er een deel van de populatie nog steeds eigenlijk immunologisch naïef is, maar waarbij er ook delen van de populatie variabele niveaus van immuniteit hebben ontwikkeld. En chimps kunnen eigenlijk, een SARS-CoV-2 chimp kan eigenlijk worden ingezet om verschillende vragen in deze populaties te beantwoorden. Hierbij is het natuurlijk wel belangrijk om goed te kijken naar wat nou verschillende eindpunten kunnen zijn van zo'n chimp. Dus op het moment dat jij blootgesteld wordt aan het virus, kun je nadenken over, nou ja, wat is infectie een eindpunt? Is het ontwikkelen van ziekte een eindpunt? Er is op dit moment nog geen sprake van, maar er zijn natuurlijk ook chimps waarbij er ook wordt gekeken naar overdracht van een vrijwilliger die besmet is naar een contactvrijwilliger. En als we kijken, dus uiteraard gaat het klinische spectrum van COVID gaat natuurlijk verder. En dit is natuurlijk de reden waarom wij op dit moment wereldwijd in problemen zitten. Maar heel veel van deze aspecten worden eigenlijk gedreven door wat er hier plaatsvindt. Waar een chimp naar kan kijken is eigenlijk wel beperkt. In die zin van dat wij dat op dit moment niet ethisch verantwoord is om dit bijvoorbeeld in risicogroepen te doen. Dus eigenlijk per definitie kijk je eigenlijk niet naar dit onderdeel van het klinisch spectrum. Nou, als we dan kijken van hoe deze verschillende eindpunten en de inzetbaarheid van het chimp van waarde is op verschillende aspecten, dan kun je bijvoorbeeld overwegen kijken naar, helpt het bijvoorbeeld bij de registratie van nieuwe vaccins? En er is een deel waarbij dit zal helpen, maar daar zal, het zal niet voor alle aspecten van bijvoorbeeld fase, het zal niet de complete vervanging worden van fase 3 studies.
Voor de volksgezondheid zien we natuurlijk gewoon is dat er op elke fase van deze, zeg maar, van het spectrum vragen zijn die nog niet zijn beantwoord. En eigenlijk ook in het ontwikkelingstraject van vaccins, maar ook van therapieën, zie je gewoon dus dat daar eigenlijk chimps strategisch kunnen worden ingezet. Nou, op dit moment wordt er eigenlijk vooral gedacht om chimps in te zetten in de jongere leeftijdsgroep, vanwege het lagere risico op complicaties. Daar zal straks nog verder over worden doorgesproken. En dan is het wel belangrijk om te kijken naar de relevantie voor volksgezondheid, maar ook voor specifieke risicogroepen. Maar als je kijkt naar de klinische relevantie, is die mogelijk wat lager voor deze groep, in die zin van dat het voorkomen van ernstige COVID in deze groep misschien wat minder relevant is. Daar staat wel tegenover, is dat dit een heel belangrijke leeftijdsgroep is voor het overdragen van infecties en eigenlijk de circulatie van het virus in de populatie. Dus dit zijn aspecten die moeten worden meegenomen op het moment dat je overweegt om een chimp te gaan toepassen. Dan zijn er natuurlijk ook vragen rondom de mate van gezondheidswinst. Kunnen we dat ook kwantificeren? Hoe waarschijnlijk is het dat resultaten leiden tot gezondheidswinst en hoe snel gaat dat dan? En dit hangt natuurlijk onder andere af van de kwaliteit en de standaardisatie van de uitvoering. Maar ook of zeg maar, de uitkomsten van deze studie ook direct vergelijkbaar zijn met andere studies. Dus harmonisatie, standaardisatie van de, zeg maar, de readouts en de immunologische analyses. Dat is erg belangrijk voor dit model. Nou, om dit enigszins in context te zetten, is het denk ik goed om te kijken naar de ongekende snelheid waarin wij in het afgelopen jaar sinds de start van de pandemie zijn gekomen tot nieuwe vaccins. Dit is vlak na de eerste golf van de infecties. Kijk, op dit moment waren de vaccins, de eerste generatie vaccins, nog volop in ontwikkeling en waren er eigenlijk nog vragen rondom, zijn ze effectief, de vaccins? Later in het jaar kwamen de eerste gegevens naar buiten waarbij we wisten dat er intussen al dat de vaccins, dat het er goed uitzag en dat er vaccins waarschijnlijk beschikbaar zouden komen. En intussen zijn we in een situatie beland waarbij er een toenemend deel van de populatie al 1 of eventueel 2 vaccindoses heeft gehad. Dus we zien eigenlijk een verschuiving van een kwetsbare populatie, een naïeve populatie, naar een populatie met immuniteit. En dat roept ook nieuwe vragen op. Zo zien we bijvoorbeeld ook is dat er vragen zijn rondom varianten die opkomen. Zijn deze varianten eigenlijk, zijn de vaccins minder effectief tegen deze varianten? We zien ook is dat vaccinatie zelf, dat er variatie is binnen de vaccins in hun bescherming aan de ene kant, maar ook in het type immuniteit als opwekken. En al deze vragen samen, dat is natuurlijk heel erg belangrijk om te begrijpen van ja, maar hoe beschermen ze dan tegen de oorspronkelijke varianten, hè, waar de eerste generatie vaccins tegen zijn ontwikkeld. Maar we zien nu natuurlijk ook is dat er nieuwe varianten opkomen, variants of concern, waar op dit moment nog geen vaccins voor beschikbaar zijn, maar die wel in ontwikkeling zijn. Dus als we dan een overzicht hebben van welke aspecten er zijn, dus dan kunnen we ons, zeg maar, voor een chimp kun je vragen beantwoorden rondom de effectiviteit van de vaccinatie, de duur van bescherming, maar ook de besmettelijkheid en de, zeg maar, identificatie van correlatie, van immunologische correlatie van bescherming. Wat betreft klinische ontwikkeling van nieuwe producten kun je nadenken over de tweede en de derde generatie vaccins. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk, juist ook omdat de huidige vaccinatiecampagne leidt tot een sterk verminderde incidentie van COVID-19. Terwijl sommige van deze vaccins mogelijk zeg maar bredere bescherming kunnen bieden dan de eerste generatie vaccins. Maar die hebben natuurlijk wel problemen met hun registratie, omdat je het uiteindelijk wel moet aantonen dat het effectief is. En zo zijn er een aantal aspecten waar je naar kan kijken. Er zijn aan de andere kant natuurlijk ook wel een aantal beperkingen van chimps. Zo kun je niet onbeperkt verschillende challenge strains en challenge doses gebruiken. Hè? Dat heeft te maken natuurlijk met capaciteit, heeft te maken met snelheid.
We moeten nadenken over de selectie van deelnemers. Hoe goed is het vertaalbaar naar de bredere populatie? En uiteindelijk is het ook belangrijk om te realiseren dat voor de registratie van vaccins vooral gekeken wordt naar klinische eindpunten. Dat wil niet zeggen is dat het niet ondersteunend kan zijn in het registratieproces. Maar puur kijken naar de effectiviteit is aan de klinische eindpunten waarschijnlijk belangrijker dan de infectie-eindpunten. Dus als we dan kijken naar de specifieke vraagstelling en de wetenschappelijke waarde dus eigenlijk van een SARS-CoV-CHIM, dan is het belangrijk om te zeggen dat het heel erg sterk afhankelijk is van de pandemische situatie. En daarbij hangt het dus vanaf is hoe snel kun je dit uitvoeren en hoe zorgvuldig kun je dit uitvoeren. Dus in zekere zin zou het nuttig zijn om een soort basale capaciteit te hebben waarmee relevante vragen sneller kunnen worden beantwoord. Dus een CHIM voor SARS-CoV-2 is waardevol om deze vragen te beantwoorden, maar heeft ook intrinsieke beperkingen die ik al enigszins heb aangestipt. En hierbij is het denk ik vooral belangrijk, is dat je zo'n model, als het wordt opgezet, is dat het niet een eenmalige actie is, maar dat je goed moet kijken naar de lange termijn visie, waarbij ook gewoon echt het sturing en het welke vragen wil je prioriteren, is daar een essentieel onderdeel van. Dat was mijn presentatie. Dus... Ja, dankjewel Dimitri. Mooi, zeg maar, ja, startpunt. Even een vraag, misschien ook voor degenen die hier niet bij aanwezig zijn. Hè? Want af en toe als ik hier met mensen over heb, dan zeggen ze ja, waarom zou je dit nou willen? Je hebt genoeg infecties, zeg maar, in je omgeving. En waarom zou je überhaupt mensen dan gecontroleerd willen infecteren? Misschien kan je heel even kort... Ja, kijk, dat zijn meerdere zeg maar, aspecten aan. Ik denk dus dat het, waarom je dit zou willen doen, is wat mij betreft, ik denk dat het kan vooral bijvoorbeeld de ontwikkeling van vaccins en betere vaccins kan faciliteren. Maar ook om basale vragen rondom besmettelijkheid bijvoorbeeld te beantwoorden. Hè? Dus dat is, zijn mensen die gevaccineerd zijn en besmet worden, bijvoorbeeld met een nieuwe variant, zijn die besmettelijker? Zijn die überhaupt besmettelijk, ja of nee? Dat zijn vragen die we nog niet weten. En het voordeel van een gecontroleerde humane infectie is dat je die vragen eigenlijk van tevoren ook soms kan beantwoorden. Dus voordat je moet afwachten tot bijvoorbeeld bepaalde varianten hier in Nederland aanwezig zijn. Dus dat is natuurlijk wel iets van wat je in staat stelt eigenlijk om te kijken naar een situatie waarvan we denken dat die waarschijnlijk belangrijk gaat worden, maar misschien al eigenlijk vooraf al gaan nadenken van ja, hoe relevant is dit voor onze maatschappij? En daarbij dat je ook ja, samples hebt van voor de infectie en ook daarna, dus dat je echt gewoon perspectief ook naar die dynamiek kan kijken. Ja, dus in een normale situatie heb je natuurlijk gewoon altijd samples die je pas hebt na infectie, want dat is het startpunt voor opname of voor afname. Oké. Okay. En in de UK zijn ze begonnen met een controlled human infection model. Weet je daar al iets van? Hebben ze echt al de eerste vrijwilligers geïnfecteerd? Weet je dat? Ja, dat zijn de eerste vrijwilligers zijn geïnfecteerd. Wat ik verder nog geen details, maar wat ik wel begrijp is dat het daar in ieder geval goed mee is gegaan. Wat natuurlijk ook wel de verwachting was. Maar het is altijd wel fijn om te horen dat wel goed is gegaan. Oké, okay, nou fijn. We sluiten af en gaan naar de volgende spreker. Dankjewel, Dimitri. Rieke van der Graaf, zij is associate professor medische ethiek in Utrecht. En ja, is ook vooral betrokken bij ethische aspecten rondom ja, nieuwe methodieken, zeker in de zorgwetenschap. Rieke, ja, je gaat ons vertellen, ja, wat is nou de maatschappelijke waarde, de hoogte van risico en de verhouding daartussen? En ja, we zijn wel erg benieuwd naar jouw verhaal. Rieke. Dankjewel, Heijman. Kun je mijn scherm zien? Ja. Ja. Ik heb een presentatie gemaakt samen met Martine. Dat wil zeggen, ik presenteer nu een deel van ons verhaal en Martine aan het eind. En er kan er maar één natuurlijk iets zeggen, dus vandaar dat ik nu eerst ga. In deze presentatie wil ik het vooral hebben over wat algemene ethische kaders. En daarnaast wat meer dieper ingaan op wat zij al net zei, op die maatschappelijke waarden en de eerlijke inclusie. Daar gaat Martine wat over zeggen.
Even misschien gewoon goed, zodat we allemaal op dezelfde pagina zijn. Er zijn altijd ethische richtlijnen voor onderzoek met mensen. Zoals de verklaring van Helsinki, de SIOMS guidelines. In Nederland natuurlijk ook de wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. Al die regels en richtlijnen zijn van belang. En ook als je human challenge trials doet. En daar staat natuurlijk ontzettend veel in. En tegelijkertijd denk ik dat het kader wat Emmanuel en zijn collega's hebben gemaakt, een goede samenvatting is van in ieder geval 8 ethische principes die in al die regels en richtlijnen terugkomen. Maatschappelijke waarden, wetenschappelijke deugdelijkheid, eerlijke selectie van patiënten, gunstige verhouding tussen de risico's en de voordelen, onafhankelijke toetsing, informed consent, respect voor proefpersonen die al geïncludeerd zijn en samenwerking. En die principes, nogmaals, die gelden dus ook voor human challenge trials. Daar hebben we geen nieuwe ethische principes voor nodig. Wat wel relevant is, is dat je al die principes steeds moet specificeren en wegen in een bepaalde context. En dat is ook wat je ziet in een WHO-richtlijn, eigenlijk die nog weer is toegevoegd aan al die regels en richtlijnen die we hebben. Daar zijn nu 8 criteria, of 8 principes zou je het kunnen noemen. Dat zijn ongeveer dezelfde principes als die ik net heb genoemd, maar dan een beetje verder gespecificeerd. En dan zal ik, zeg maar, wat ik al zei, een beetje op die eerste principes focussen. Wetenschappelijke rechtvaardiging noemen ze het hier. En de risico's en de voordelen. En Martine op de laatste paar criteria. En verder dacht ik dat het misschien goed is toch om ook nog even te zeggen waarom bemoeien ethici zich nou met deze discussie. En dat kan toch ook wel zonder de ethici, denken sommigen misschien. Ik denk, ethici bemoeien zich altijd met medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. En dat is historisch zo gegroeid, omdat er nou eenmaal schandalen zijn gebeurd in het verleden. Dus er is een historische reden. Er is ook een belangrijke ethische reden. En een derde reden waarom veel ethici zich daar tegenaan bemoeien in het algemeen is vertrouwen in de wetenschap. En een vertaalslag, want dit zeg ik eigenlijk op iedere presentatie over ethiek van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen, maar een vertaalslag hier naar Human Challenge Trials is dat er diverse voorlopers geweest zijn van Human Challenge Trials zoals we ze nu kennen, die ethisch discutabel zijn. Hè? Dus met kinderen en kwetsbare proefpersonen, waar problematisch informed consent was, hoge risico's. En nou ja, ik denk een voorbeeld, wat net ook werd genoemd, hè, van Jenner en de pokkenvaccinatie. Dat was natuurlijk wel met de zoon van een tuinman. En het was maar 1 proefpersoon. En als we nu een human challenge trial zouden doen, dan zouden we niet als eerste daarvoor een kind vragen om deel te nemen. De Willowbrook study is een ander voorbeeld uit de geschiedenis waar kinderen, of in ieder geval jongeren, zijn blootgesteld aan een virus. In dit geval hepatitis. Daar was de bedoeling. Willowbrook was een instelling voor mentaal geretardeerde kinderen in Staten Island, New York. En die kinderen konden daar alleen maar heen op een gegeven moment. En niet naar een andere instelling. En het was een instelling die erg vervuild was. Onder andere was er heerste hepatitis. En die onderzoekers, dat is ook belangrijk om te beseffen, hadden allemaal hele goede intenties. De hoofdonderzoeker Krugman, die zei, ja, anders hadden ze het ook gekregen. Dus hij wilde oprecht preventieve maatregelen vinden voor hepatitis. Volgens is wel de vraag, klopte die studie nou ethisch? Hè? Want die ouders konden geen andere kant op. Dus informed consent is hier discutabel. Ze hadden ook de omstandigheden kunnen verbeteren in dat instituut. In het lab, dat is interessant, werden op dat moment ook preventieve maatregelen gevonden voor het onderzoek. En er waren misschien alternatieven. Ze hadden ook in plaats van die kinderen alle verzorgers kunnen blootstellen aan hepatitis. Dus er is een verschil gevonden tussen hepatitis A en B in deze studie, maar de vraag is, had het op deze manier gemoeten? Een ethisch reden om na te denken eigenlijk over medisch wetenschappelijk onderzoek is dat er iets spannends gebeurt ethisch gezien. En dus je gebruikt mensen primair voor de doelen van de wetenschap. In de categorische imperatief in ethiek zegt, je mag mensen nooit louter als middel gebruiken voor de doelen van anderen. Maar de verklaring van Helsinki, een belangrijke medisch-ethische verklaring, erkent tegelijkertijd dat de wetenschap alleen maar vooruit kan gaan als er uiteindelijk ook mensen gaan deelnemen aan onderzoek. Anders komen we niet vooruit. Dus dat is tegelijkertijd iets belangrijks, dat we die vooruitgang belangrijk vinden.
en dat er mensen deelnemen. Dus er zit een soort spanningsveld, zelfs in de verklaring van Helsinki. En dus die lijn tussen gebruiken van mensen als middel en louter gebruiken als middel is heel dun. En dat is een lijn die je goed moet bewaken, ethisch gezien. Want als je er overheen gaat, dan gaan de krantenkoppen van gebruik naar misbruik of van proefpersoon naar proefkonijn. Zoals bijvoorbeeld deze voorkant van Time Magazine. Vertrouwen in de wetenschap is een ander belangrijk ethisch beginsel. Ja, dus als het misgaat in het onderzoek, en we horen net dat het in Engeland gelukkig tot nu toe goed gaat, maar als het misgaat, dan kunnen de gevolgen voor bepaalde takken van de wetenschap groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan Jesse Kelsinger in 1999, die gentherapie kreeg en overleed in die studie, terwijl hij nog maar 18 jaar was. En de risico's heel hoog waren, het informed consent niet helemaal deugd en er ook banden waren met de industrie. De Tuskegee Syphilis Trial is geen human challenge trial, wordt er wel mee verward. Er was een studie onder Afro-Amerikanen naar het natuurlijk beloop van syfilis van de jaren 30 tot de jaren 70. En daar zijn deze mensen zijn penicilline onthouden toen dat beschikbaar kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat is in de Amerikaanse geschiedenis een van de grootste schandalen in onderzoek met mensen. En het is nog steeds zo dat de Afro-Amerikaanse populatie wantrouwen heeft voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek en nu ook wel human challenge trials. Dus voor vooruitgang in de wetenschap is vertrouwen, denk ik, cruciaal. En ik denk dit zo'n symposium als dat we nu doen kan een heel belangrijke rol spelen in het krijgen van het vertrouwen en ook het behoud van het vertrouwen. Nou, nu wat meer over die maatschappelijke waarde en de hoogte van het risico en de verhouding daartussen. Dus die sociale waarde is iets wat in bijvoorbeeld de Serums Guidelines heel goed gedefinieerd wordt. Ja, dus de enige ethische rechtvaardiging voordat we mensgebonden onderzoek doen is de wetenschappelijke en sociale waarde, dus het vooruitzicht van het creëren van kennis en de middelen die nodig zijn om de gezondheid van mensen te beschermen en te bevorderen. En die kun je op verschillende manieren vinden. Er is niet maar één manier van sociale waarde, maar het hangt onder andere af bijvoorbeeld van of er alternatieven zijn. En het hangt er ook vanaf of er in ieder geval wetenschappelijke waarde is. En die wetenschappelijke waarde is een voorwaarde voor het hebben voor sociale waarde. En wetenschappelijke waarde verwijst naar de mogelijkheid van een studie om betrouwbare kennis te creëren. Over de gunstige verhouding tussen de risico's en de voordelen. Het gaat dus niet alleen maar over risico's, maar het gaat vooral over die verhouding van de risico's ten opzichte van de voordelen die er zijn. Die voordelen zijn vooral de wetenschappelijke voordelen in onderzoek. En sommige studies hebben mogelijk directe voordelen voor deelnemers. Daarvan vinden we in het algemeen dat de risico's ook wat hoger mogen zijn. Zijn die er niet, dan kan je alleen maar de risico's afwegen tegen de wetenschappelijke, maatschappelijke voordelen. En dat is dus veel lastiger. Het is sowieso lastig. Er is geen wiskundige formulering voor hoe doe je dat nou. Dus het vereist vooral heel veel discussie. In beide situaties geldt dat je risico's eerst moet minimaliseren. Nou, als we dit nu vertalen naar SARS-CoV-2 human challenge models of human challenge trials, dan zou je over de wetenschappelijke waarde moeten zeggen, denk ik, dat het allemaal zal afhangen van het voorgestelde protocol. En het Engelse protocol heb ik nooit gezien, is volgens mij niet transparant en publiek beschikbaar. En in het algemeen, omdat we al langer human challenge trials doen, laat het wel zien dat die challenge trials vaak scientific value hebben. Dat ze een belangrijke middel zijn om lacunes in de kennis in overbesmetting op te lossen met weinig proefpersonen. Er is wel discussie, en dit hangt een beetje tussen die scientific value en social value in, van de plaats van de verkregen evidence. Hè. Dus is hierna nou nog een fase 3 trial nodig? Kun je een vaccin registreren als het in combinatie met een vaccin wordt gebruikt? Dat zijn vragen waar nu discussie over is. Die sociale waarde, dat is wel een beetje lastig geweest, denk ik, in de human challenge trial discussie zoals die nu gevoerd wordt. En dus in maart 2020, in ieder geval de Verenigde Staten, hebben een aantal vooraanstaande ethici wel gezegd, we moeten het nu doen. En ook in samenspraak met One Day Sooner. Hè, dus we kunnen het vaccin één dag sneller beschikbaar maken. En dat is
gebleken niet zo te zijn. En dat werkt eigenlijk een beetje tegen misschien de andere intenties om human challenge trials te gebruiken. Want de reden om ze te doen, die is steeds een beetje verschoven. En vervolgens zei Van Isoener, oké, dat is dan niet gelukt. Maar dan kunnen we ze alsnog wel gebruiken om vaccins in derde wereldlanden beschikbaar te maken. En ook daarvan is de vraag, moet dat niet op een andere manier? Er is op dit moment enorme inequality in vaccinatiedistributie. En zijn er niet andere manieren nu om de vaccins die daar wel zijn te verdelen? Moet je nu 12 tot 15-jarigen in de VS gaan vaccineren of moet je ze eigenlijk gaan verdelen? Dat zijn eigenlijk hele grote politieke vragen. En de vraag is, moet een human challenge trial nou dit wereldvraagstuk oplossen? Dat is best een lastige te beantwoorden vraag. In ieder geval zie je nu in het Engelse protocol dat de doelen veel bescheidener zijn geworden. Ja, dus dat we willen vaststellen wie er ziek wordt na een infectie of wie het virus doorgeeft. Dat nu vragen zijn die we willen beantwoorden. Maar die doelstelling voor de human challenge trials is steeds verschoven. En tot nu toe zijn er ook steeds alternatieven geweest om de vragen die er waren te beantwoorden. Dus bridging studies of field trials. En dan geldt ethisch gezien het subsidiariteitsprincipe. Dus kan het ook op een andere manier. Dat pleit hem dus een beetje tegen human challenge trials. Een human challenge trial, daarvan ook, wordt ook gezegd, het duurt heel lang om het op te zetten. Dus dan kun je afvragen, wat is daar de wetenschappelijke, maatschappelijke waarde precies van? Anderzijds kun je ook zeggen, als we nu alleen maar wachten tot die besmettingsgraad heel laag is, en er alleen nog maar geen field trials hiermee kunnen worden gedaan, alleen nog maar in de derde wereld, is dat dan de manier waarop we vooruitgang willen boeken in de wetenschap? En ook als er helemaal geen sociale waarde te vinden is op dit moment, dan zou je nog kunnen zeggen, we moeten nu in ieder geval de discussie op gang houden, zodat we kunnen leren voor een volgende pandemie. Over de risico's, daarvan moeten we even nadenken over, maar wat voor soort risico is dat dan? Hè? Is het heel erg dat we mensen willen ze en weten ziek maken? Sommigen zeggen van wel. Ik denk in ieder geval zien we dat vaker gebeuren in onderzoek met mensen. Denk aan fase 1 onderzoek. Of zogeheten sham surgery, waar je mensen zeg maar een nep-incisie geeft. In ieder geval een deel van de proefpersonen. Denk ook aan orgaandonatie van levende donoren. Ja, dus, maar tot nu toe is het wel zo dat we of die ziektes beter kennen of de risico's laag zijn. En bij de human challenge trials die nu zijn, tot nu toe zijn gedaan, dus de wat nieuwere uit deze tijd bedoel ik dan, daarvan zijn dat ziektes geweest met een mild beloop of waar een genezende therapie beschikbaar was. Dat is geen eis in het WHO-document. In andere documenten wordt dat wel genoemd. Daar is dus discussie ook weer over mogelijk. En de discussie gaat dus volgens mij vooral over wat betekent dat we risico's gaan minimaliseren. Er zijn nog heel veel zogeheten unknowns, dus we weten nog heel veel niet. En vervolgens is de vraag, en hoeveel moeten we dan nog meer weten? Moeten we echt genoeg kennis hebben van die ziekte? Wanneer hebben we dat genoeg? Moeten we precies kunnen voorspellen wie er long COVID heeft? Wat doen we met het onthouden van bewezen preventieve standaarden? Of gaan we het inderdaad alleen nog maar doen in mensen die al gevaccineerd zijn? Dat zijn dingen waar we discussie over moeten hebben. Sommigen, maar misschien is deze discussie ook wel weer een beetje achterhaald inmiddels. Een aantal ethici zijn in het begin. En we moeten gewoon hogere risico's accepteren, want het is een pandemie en daar moeten we uitkomen. We moeten alles aangrijpen om uit de pandemie te komen. Terwijl andere ethici eigenlijk zeggen nee. We moeten veel meer vasthouden aan de principes die we al kennen. En de pandemie is geen reden om nu heel utilistisch te worden. Ik denk wat je nu kunt zeggen over deze hele discussie is dat de ethici enorm verdeeld zijn in de literatuur. Dat er wetenschappelijke waarde waarschijnlijk er is. Maar dat er heel veel onduidelijkheid is over de social value. En dat dat iets is wat de onderzoekers die het gaan doen straks moeten aantonen of hun studie dat ook heeft. Dat er meer risico's mogelijk zijn dan in andere human challenge trials of andere vergelijkbare activiteiten. En dat er discussie is of dat we het nu moeten doen of op een ander moment. Dankjewel. Ja, dankjewel Rieke. Misschien even toch even een korte vraag. Hè, van, ja, stel, we hebben het vaak over jongere, gezonde mensen, omdat daar het risico wat lager is. Hè. Daar gaat Frits straks ook wat over zeggen. Maar stel nou, je hebt altruïstische ouderen die zeggen, joh,
doe dat maar gewoon bij mij. Ik heb een voltooid leven. Hoe moeten we daar dan mee omgaan met dat soort mensen? Nee, dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk, en dat is ook een van de beperkingen die vaak wordt genoemd, is dat het dan niet zoveel zegt over een bepaalde doelgroep die wordt geëxcludeerd van de Human Challenge Trial. Want het is maar met weinig mensen en het is niet zoals een field trial met duizenden proefpersonen representatief voor de hele bevolking. Dus als we het nu alleen maar doen met jongeren, dan moet daar ook een specifieke reden zijn om het alleen met die groep te doen. En de reden is misschien wat Dimitri net zei, ook de besmettelijkheid binnen die groep, maar ook omdat de risico's daar lager zijn dan bij de grotere groep. Dus als het met een groep kan die minder kwetsbaar is, dat is dan het ethische beginsel, dan zou het met die groep moeten aannemende dat een human challenge trial niet therapeutisch is. Hè? Dus in de ethiek geldt, van onderzoek geldt eigenlijk de regel dat als het een studie mogelijk voordelen heeft, dan moet je niet een bepaalde groep uitsluiten. Maar als een studie geen mogelijke voordelen meebrengt, dan moet je wel op zoek naar de groep die het minst risico loopt. Oké, helder. Dank voor je verhaal. En straks in de panel vast meer vragen. Maar we gaan verder met de risico's. En daar gaat Frits Roosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie in het Leids Universitair Medisch Centrum het over hebben. Ja, over de risico's. En ja, je weet ook al van de televisie dat Frits dingen prachtig in het perspectief kan plaatsen. Dus we zijn zeer benieuwd hoe jij de risico's inschat, Frits. Ah, dankjewel Herman, dank je voor de introductie. Ik ga het hebben over de risico's. Nou, Rieke heeft al verteld dat er best verschillende manieren zijn om naar risico's te kijken. Verschillende risico's. Maar ik ga het dan hebben over de risico's specifiek voor de proefpersoon, de vrijwilliger. Zo grappig dat er zaterdag toevallig een stukje in de krant stond waarin dit eigenlijk aangekondigd werd in een column van Peter Middeldorp. Eigenlijk zou je enkele tienduizenden mensen met allerlei verschillende vitaminegehaltes, het ging over vitamine D, Joop, met corona moeten injecteren. Okay, en vervolgens kijken wat er gebeurt. En zijn opmerkingen over de ethiek laat ik verder aan hem. Dus het gaat, zoals Rieke ook zei, over benefit versus risk. En ik zal het hebben over het risico. Het is altijd een balans. Nou, als we het daarover gaan hebben, wat zijn dan de risico's van een gecontroleerde infectie? Dan is in dit verhaal, ik neem u mee in hoe ik kom tot uiteindelijk, wat mijn zin is de meest redelijke schatting van het risico is. Dan is de assumptie die ik doe dat het risico bij gecontroleerde infectie gelijk is aan dat bij een natuurlijke infectie. En dat is natuurlijk niet zo. Want we gaan, als het gaat gebeuren, zullen deelnemers geselecteerd worden. En zullen het niet mensen met ernstige comorbiditeiten of niet oudere mensen, of juist wel, zoals de vraag net was, betreffen. Maar dat maakt natuurlijk uit. De meeste gegevens die we hebben zijn uit de eerste golf, dus tegenwoordig natuurlijk de vroege therapie, er is therapie beschikbaar en er komen nieuwe therapieën aan, dat gaat ook uitmaken, dus het is een beetje een schuivende discussie kan het zijn. Als er vaccins getest zouden worden in dit model, dan zou die ook een partiële bescherming of volledige bescherming kunnen bieden. En er is ook ongetwijfeld een effect van de dosis. Dat hebben we in Italië gezien, waar in het begin veel artsen en anesthesisten ook zijn overleden, waarschijnlijk toch omdat zij grote dosis binnenkregen. Dus die assumptie die ga ik nu gebruiken, maar die geldt niet helemaal. Ik zal aan het eind ook nog wel iets zeggen, met name over selectie van deelnemers. Nog iets over dat dosis-effect. Daar stond ook wel een mooi stuk over in de krant een maand of twee geleden. De meneer in het midden is patiënt 0 uit Frankrijk en is daar buitengemeen trots op. Hij is de Ronaldo van het coronavirus. Ronaldo van het coronavirus, zegt hij. Is in december al ziek geworden. Is ook later aangetoond dat hij SARS-CoV-2-virus... antistoffen had op dat moment, ook zelfs een wattenstaafje, op de IC gelegen. En hij zegt, hoe kan dat nou in december? Ik woon wel in de buurt van het vliegveld, maar ik kom er eigenlijk nooit. Maar vertelt hij wel, mijn echtgenote, die werkt in een winkeltje op het vliegveld, en die was een week van tevoren ook ziek. Wat ja, toch doet vermoeden dat hij niet patiënt nul was. Maar omdat het inoculum hoger was, doordat hij steeds in de buurt van zijn echtgenote verkeerde, en meer ziek werd dan de transiënte aandoening bij haar. Ja, risico's waarop? Welk risico willen we dan weten en moet zo laag mogelijk zijn? Dat is denk ik het risico dat het geen self-limiting disease is. Dus als iemand een paar dagen ziek is, zoals mijn zoon toen hij corona had, dat stelt dan niks voor.
Dat is niet erg, maar je wil geen opnames, je wil geen sterfte en je wil ook geen sequela, je wil geen long COVID hebben, geen blijvende schade. Als bronnen om tot die risicoschatting te komen heb ik drie bronnen hier. Eén landelijke gegevens uit de open gegevens van Sanguin en opnamegegevens van NICE en het RIVM. Internationale literatuur en ik heb zelf ook nog een keer in onze regio gekeken. Het is wel aardig om die alle drie even door te nemen, want dan zien we een hoge mate van consistentie. Allereerst de landelijke gegevens. Dan zien we het... ik ga mezelf naar links zetten. Ja. Ik heb het voornamelijk over 20 tot 24 jaar. Ik denk dat we ook Jenna niet zullen volgen in hier minderjarigen aan bloot te stellen. Dus ik geef de cijfers voor 20 tot 24-jarigen. 18 tot 20 is ongeveer hetzelfde, daar kan je dezelfde getallen op loslaten. Komt hetzelfde uit. 24 tot 29 is ietsje hoger, maar is ook ongeveer hetzelfde. Dus het maakt niet zo heel veel uit. Maar dit zijn, omdat de CBS in vijfjaarscategorieën de getallen geeft, was dat het makkelijkste om te doen. En ik heb het bij elkaar gevoegd. Dan zie je dat we in Nederland hebben we ruim 1 miljoen 20 tot 24-jarigen. Sanguin vindt in die leeftijdsgroep, presenteren iets bredere leeftijdsgroep, ongeveer 30% met antistoffen, dus die hebben het gehad. In Nederland zijn tot nu toe 62.000 mensen opgenomen. Dus dat zijn verpleegafdelingen en IC's, maar opnames. Aantal daarbij van 20 tot 24 is ongeveer 900. En het aantal overledenen in die leeftijdsklasse is 3. Dus dat betekent dat de opnamekans, dus het gewoon deelt op elkaar, 3 per 1000 is. En de sterftekans 1 per 100.000. Dat is de eerste bron. De tweede bron was in de eerste golf in de twee veiligheidsregio's, Holland Midden- en Haaglanden. Daar wonen 300.000 18 tot 29-jarigen. Daarvan waren er 14.000 seropositief naar schatting. Er is steekproef gedaan en de sanguincijfers gebruikt. 15 mensen opgenomen en 0 overleden. En dat geeft ook weer een opnamekans van 1 per 1000. En dan van 18 tot 29-jarigen. Maar zoals ik zei, zijn die getallen in die leeftijdsgroep zijn zeer vergelijkbaar. En tenslotte gegevens uit Engeland. Ik zal het plaatje meteen wat groter maken. Maar dat is van de een adviesorgaan van de overheid. Met name veel artsen en epidemiologen uit Imperial College en uit de London School of Hygiene. Dit is het plaatje voor de jongeren. Dan zie je dat dus de eerste kolom, de leeftijd, tweede kolom, hoeveel van de naar schatting van de besmette mensen zijn opgenomen. 4 per 1000 en 0,4%. En hoeveel zijn daarvan overleden? 1,6%. Zo kom je op een schatting van opnames ietsje hoger. 4 per 1000 en een sterftekans van 6 per 100.000. En tenslotte artikel van Vincent Kuiper, waar Meta Hoestenberg en ik ook aan hebben meegeschreven, waar hij de gegevens nog eens uit een vijftal landen bij elkaar heeft geveegd, waar zowel ziekteregistraties als seroprovalentiedata waren. Wederom 18 tot 29-jarigen. En dan zie je hier, de getallen hier zijn niet een betrouwbaarheidsinterval of iets dergelijks, maar zijn het minimum wat in een land genoemd werd, dus in het ene land, en het maximum. Dus opnames, dat is in het ene land 0,8 per 1000, en in het hoogste 3,9. IC-opnames staat ertussen. En sterfte 1,2 tot 6 per 100.000. Dus als je aanneemt dat de waarheid een beetje in het midden ligt, dan kom je wederom bij de cijfers die ik net ook liet zien. Dus dan is de conclusie dat opnamerisico bij jongeren ongeveer 1 tot 2 per 1000 is, maximaal 3 per 1000. Sterfterisico ongeveer 1 tot 2 per 100.000. Maar daar is natuurlijk geen rekening mee gehouden dat die mensen voor een belangrijk deel comorbiditeiten hadden, waardoor zij ernstige COVID-19 ontwikkelden. En die eruit te filteren zijn als je een keuring doet. Als je kijkt in een Engels artikel hoeveel mensen hadden comorbiditeiten bij 20.000 opnames, dan was dat bij iedereen 77%. Bij de ouderen neemt het begrijpelijk toe, omdat daar veel mensen comorbiditeiten hebben, sowieso. Maar je ziet dat bij de jongeren meer dan de helft de daaronder vermelde comorbiditeiten hadden, die allemaal detecteerbaar zijn, die allemaal zeer zelden voorkomen bij jongeren. Dus dat betekent dat je die helft eruit kan halen, niet bloot zal stellen aan een virus en dat je daarmee
het risico op opname nog eens gehalveerd. De langtijdige gevolgen, long COVID, dat is best problematisch, want dat is niet erg eenduidig gedefinieerd, om het zacht te zeggen. Bovendien is long, ja, de ziekte bestaat nog maar 1,5 jaar, dus long is 1,5 jaar en dat is natuurlijk best short. Eén artikel gepubliceerd waarbij een groot aantal mensen via een app zelfgerapporteerde klachten zijn gevraagd. En dan blijkt dat bij iedereen 2,3% te zijn en bij jongeren iets van 1%. En dat is dan beperkt tot mensen die symptomatisch waren en een groot deel van hen waren ook opgenomen geweest. Dus bij jongeren is dat een vrij lage frequentie over die 1,5 jaar. Nou, de conclusie van de getallen zijn dan dat bij gezondere jongeren met natuurlijke infectie, als je rekening houdt met een screening, het opnamerisico ongeveer 1 per 1000 is, de sterfterisico ongeveer 1 per 100.000 is, en long COVID, daar heb ik toch wel een vraagteken naar achtergezet, omdat die gegevens nog in ontwikkeling zijn, nog vaag zijn, zoals ik zelf reported. Moeilijk om dat precies te duiden, maar ongeveer 1 op 200 of daaronder. Belangrijk dat dat gegevens zijn vooral uit de eerste golf, dat geen rekening is gehouden, zoals ik al zei, met virusdoses, wat in het model wel zal gebeuren. En zoals ik zei, dat de long-covid-gegevens wat vaag zijn. Kunnen we dit ergens mee vergelijken? Moet je ontzettend mee oppassen. Hebben ook belangrijke schrijvers en filosofen gezegd. En met vergelijking is de dood van alle dingen. Vergelijking is het zwakste der argumenten, maar gelukkig komt Wittgenstein ons te hulp. En zegt dat een goede vergelijking het verstand verfrist. Dus laten we het dan toch maar doen. Dat hebben we natuurlijk zeker met de discussies rond AstraZeneca gemerkt. Dat het voor de mensheid moeilijk is om met name lage kansen te duiden. Nou, als je kijkt naar 20 tot 24-jarigen in het algemeen. Dan zijn daar 73.000 opnames per jaar. En 333 overlijdens per jaar. Dat zijn met name verkeersongevallen. Geweld, suïcide en maligniteiten. Dat betekent dat als je dat weer loslaat op die ruim 1 miljoen 24-jarigen, dat de opnamekans die zij hebben door alles wat ze kunnen meemaken 60 per 1000 per jaar is. En de sterftekans in deze leeftijdsklasse 30 per 100.000 per jaar is. Dus dat geeft toch enigszins een perspectief van wat je daaraan toe zou voegen met een dergelijk model aan kansen. Ja, dit doet er ook maar. Een sterftekans van 1 op 100.000, dat is ongeveer de kans ook op zeldzame bijwerking met AstraZeneca. Die kans heb je ook als je 5000 kilometer auto rijdt. Dat is gemiddeld, bij jongeren zal het iets meer zijn. En als je 650 kilometer fietst, en dat hoeft niet in één keer, maar gedurende een langere periode. Dat zijn de kansen op ernstige verkeersongelukken. Dat was het verhaal over de risicokant, dus die staat naar beneden. En ik denk dat de volgende sprekers het zullen hebben over de, dat al deels al gebeurd, over de voordelenkant. Dankjewel. Ja, dankjewel Frits. Even toch een korte vraag. Je noemde het even al AstraZeneca. Mogelijk toch nog een veel kleinere risico dan een challenge. Ja, en ook nog wel een zeker benefit. Hè? Dat beschermt ook tegen COVID. Dus dat staat ook nog bij. Ook dat nog. En dan is de vraag van hoe realistisch is het dan dat we toch... we hebben deze discussie als toch een soort startpunt. Dat we toch de samenleving toch meekrijgen. Dat dit mogelijk, hè, als we daarover eens zijn, toch wel nuttig kan zijn. En een aanvaardbaar risico. Hoe schat jij dat in? Nou, ik denk dat het hetzelfde is wat Rieke eigenlijk zei. Ik heb vorige week ergens geholpen met vaccineren bij de huisarts hier in Leiden. Ik wou zien hoe dat ging. En dan zie je, dat was 60 tot 65-jarige AstraZeneca, nou, liep storm. Dus ik denk dat we toch wel erg beïnvloed worden door een kleine groep die dingen roept. En ik denk dat die groep kwam omdat toch dat geprobeerd, en daar sluit ik aan bij Rieke, dat geprobeerd is dat transparant uit te leggen. En dat zal het moeten zijn. En hier ook. En laten we dat doen. En dat, ik heb de getallen laten zien zonder daar verder een oordeel aan te verbinden. De voordelen kunnen getoond worden. En dan kunnen verstandige mensen misschien ook zelf beslissen wat ze willen doen. Oké, dank. Dan ga ik bij deze het stokje van de moderator overdragen aan Ron. Dus Ron, het woord is aan jou. En dank Frits. Dankjewel, Heijman.
Well done, so far. De volgende spreker is Robert Sauerwijn. Robert is emeritus hoogleraar medische parasitologie aan de Radboud Universitair Medisch Centrum. En hij gaat spreken over de WHO-richtlijn voor gecontroleerde infectiestudies met SARS-2. Dankjewel. Dankjewel voor deze korte inleiding, Ron. Ik was lid van een WHO-werkgroep die heel snel in het leven werd geroepen. Namelijk in april 2020. Om te praten over de voor- en nadelen van dit Challenge-model. Of dat überhaupt in vragen zou komen. Dat was toen op een moment waarbij er nog helemaal niets bekend was over werkzaamheid van vaccins. En waar we allerlei aspecten die al nu aan de orde zijn geweest, of die nu daar werd over gefilosofeerd. En dat was ook meteen de terms of reference, zoals er hier op de dia staat. Is het wel mogelijk? Wat zijn de beperkingen? Wat is de mogelijke bijdrage? Hoe moeten we het dan doen? En specifiek werd er ook ons verzocht om niet over ethiek te praten. Er zaten 19 mensen in die werkgroepen, heel internationaal. Maar geen ethici. Dus daar werden we niet door ethische kennis, of in ieder geval niet door ethische waarden werden wij geremd. Maar moesten de wetenschappelijke kanten daarover exploreren. Er werden in subgroepen verdeeld. We gingen praten over klinische trials en hoe die er dan uit moesten zien. Welke stammen we zouden moeten gebruiken en hoe je die dan ook maakt. Op een veilige manier. Natuurlijk was de afweerreactie heel belangrijk. En hoe meten we die? Wat willen we eigenlijk van die immuunreactie weten? En hoe meten we dan eigenlijk de virus en de virusuitscheiding, hoe ernstig mensen dan geïnfecteerd zijn? Dat allemaal is vastgelegd in een publicatie die hier beschreven is. Daar kunt u dit dus allemaal nalezen. Wij praten over de voordelen eventueel van zo'n infectie. En ze zijn er voor een deel allemaal langs geweest. Ik hoef ze niet nog een keer te herhalen. Ik haal hier even uit dat een hele belangrijke, het mechanisme van bescherming kon worden onderzocht. Daar hebben we een correlate of protection, zoals dat wordt genoemd, heel belangrijk. Dat betekent een of andere laboratoriummaatstaf, zodat we met een eenvoudige bloedtest kunnen vaststellen of iemand beschermd is of niet. En dat is niet alleen maar het hebben van antistoffen of hoe hoog die antistoffen, welke antistoffen moeten zijn. Daar moet je vaak meer iets over zeggen. Of je beschermd bent of niet. Natuurlijk willen we iets weten over de gevoeligheid en de duur van de immuniteit. Wie er dan allemaal wel gevoelig voor zijn. Dus gewoon de epidemiologie van het natuurlijke infectie hadden we vragen over. En natuurlijk als je therapieën hebt, en dat is hier vaccins of immuuntherapies, misschien ook wel geneesmiddelen. Die kun je allemaal in zo'n model, zou je die kunnen testen. Maar wel vaak, zoals hieronder staat, met één genetische stam. En dat is meteen ook de vraag. Je moet dus een portfolio maken van verschillende stammen, wat natuurlijk allemaal werk betekent. Belangrijke overweging is natuurlijk de hobbels eventueel, is natuurlijk de veiligheid. Natuurlijk de voortgang naar ernstige ziekte, de risico in bepaalde jonge leeftijdsgroepen waar snel naar gekeken wordt, is dat genoemd. En ook wat is genoemd, het feit dat er geen rescue treatment is als het misgaat of als je de risico's zou kunnen beperken op een bepaalde manier. Hoe doe je dat dan? En waar we wisten niks als we mensen maar infecteren, hoe lang die eigenlijk besmettelijk zijn en hoe het virus zich dan om zich heen grijpt. En als je dan aan zoiets begint en er gaat iets mis, ja, dan wat vindt het publiek ervan? Het kan meteen heel snel het einde zijn ook van zo'n model, als je niet goed aan risico containment en management hebt gedaan. Er werd iets gezegd over hoe je zo'n virusstam moest maken. Dat duurt allemaal, dat moet eigenlijk volgens CGMP, dus Good Manufacturing Practice, gaan. Het is eigenlijk zoals bij geneesmiddelen, dat zijn die condities heel goed gekarakteriseerd en schoon product. Dat doe je in een hele veilige BSL-3-faciliteit. Zoals dat gedaan wordt, ook voor infectieuze stammen. En dan werd er op dat moment een aantal stammen bekeken, de oorspronkelijke stam en ook de stammen in Europa, die werden voorgesteld om daar die voor een challenge beschikbaar te hebben, maar ook om de interactie van die twee stammen te kunnen bestuderen. Die moest je dan op een bepaalde manier zuiveren, die moest je dan opslaan, die moet je dan
op een veilige manier en een goed gecontroleerde manier bewaren en natuurlijk karakteriseren door met een next generation sequencing. Waar doe je dan zo'n trial? Ja, die doe je in, zoals dat toen werd gezien, in een high-level containment unit, waarbij je dus de kans op transmissie en verspreiding in de populatie minimaliseert. Mensen moeten daarvoor in quarantaine gedurende 14 dagen, waar we het over eens, en mochten er pas uit als ze absoluut voor 3 dagen, in ieder geval met een PCR negatief waren voor uitscheiding. Ook dat in die eerste fase werd er al meteen gezegd, we moeten kijken naar jonge mensen, want die hebben weinig risico. En dan is de endpoint van die trials, zoals dat heet, wat wil je eigenlijk zien in die controlegroep? Je wil zien dat, in dit geval stelden we dat tenminste 70% van de mensen geïnfecteerd raakt, of in ieder geval klachten heeft, en het ook het liefst ook nog virus uitscheidt, zodat je zeker weet dat deze mensen geïnfecteerd zijn. En ook om de power in die groepen klein te houden, dat je een flinke attack rate moet hebben, zoals dat hier gedefinieerd is. Het wordt dan door, omdat het virus op een veilige manier relatief moet worden ingebracht door intranasale druppels. En dan start je met een hele lage dosering en bouwt dat volgens stepwise op. Dus daarbij is stadium 1 het vaststellen, bepalen en definiëren van de randvoorwaarden van je model, waar natuurlijk enige tijd overheen gaat, voordat je naar stadium 2 gaat, waarbij je dus met grotere aantallen vrijwilligers de challenge, eventueel herchallenge of challenge van vaccins of drugs, je interventie dus eventueel beoordeelt. Er waren nogal wat controverses of discussiepunten, ook zeker in die groep zoals we dat toen hadden. En het punt was vooral, we hebben eigenlijk niks achter de hand als het misgaat. Is er een rescue treatment? Moeten we nou wel of niet beginnen? Of is het doen van deze trial in deze lage risicogroep voldoende ethisch verantwoord? Het punt is al gemaakt in eerdere presentaties. Kunnen we dat aan of niet? En zoals dat in de maatschappij gaat, was dat ook in deze expertgroep. 8 mensen zeiden, nou, wij vinden het risico wel gezien de problematiek van de pandemie en de risico's die we inschatten in deze groep, vinden wij aanvaardbaar, laten we het maar doen. En er waren de rekkelijke en de precieze wilden eigenlijk liever misschien toch daar niet aan beginnen en zeiden, nee, eerst moeten we iets hebben wat we die mensen kunnen bieden als het misgaat. Op dezelfde wijze ziet u in de tweede bullet waar de vragen van, we doen het in een bepaalde leeftijdsgroep. Wat zegt die groep eigenlijk over de hele populatie? En als het eigenlijk heel weinig zegt, dan moet je het dan eigenlijk wel doen. En ja, is die groep representatief? 7 mensen zeiden ja en 12 mensen zeiden nee. Wat niet wil zeggen dat je het niet in die groep zou moeten doen, maar dat je dus beperkingen hebt in de antwoorden die je door het doen van zo'n challenge in zo'n bepaalde leeftijdsgroep doet. Een ander interessant punt waar we lang over gediscussieerd hebben was of, dat was in de tijd dat er nog geen vaccins op een waanzinnig, wat normaal jaren duurt, voor je de resultaten krijgt, maar met COVID was alles anders. En hadden wij relatief snel in relatief grote populaties vaccin-trial resultaten. Vaak in zo'n kleine trial waarin je met een chim, met weinig mensen in een gecontroleerde conditie, kan je binnen een paar maanden resultaten krijgen. Dus dat is een versnelling waarbij je dus vroeg resultaten kan krijgen ten opzichte van zo'n grote veldtrial die dus jarenlang duurt. En de vraag hier is, kunnen, doordat je een aantal en sequentieel een aantal van die chims doet met vaccins, kunnen die helpen om de autorisering en de om de beschikbaarheid voor emergency use van die vaccins te versnellen. 9 mensen zeiden daarvan nee, en u ziet het was 50-50 verdeeld. We zijn natuurlijk een beetje ingehaald toen, omdat inderdaad die veldtrials er heel snel doorkwamen. Dus je zou kunnen zeggen, nou, een challenge trial hadden we daar niet voor nodig. Maar zijn challenge trials dan in de toekomst ook niet nuttig om de zaak nog te versnellen? Hoeven we vanuit dat oogpunt er niks meer aan te doen? Nou, daar is nog wel iets over te zeggen. U ziet hier even heel snel een drietal situaties. Bovenin met het donkergrijs zijn de traditionele vaccinontwikkeling, waarbij je eerst een voorklinisch stadium hebt, het klinische stadium, en dan de registratie met de large-scale production. Normaal duurt dat een decade of meer voor geneesmiddelen. En dat hebben we onszelf verslagen.
met de COVID-benadering, waarbij u in het blauw ziet dat door risico's te nemen, waarbij stoffen nog helemaal niet werkten, of vaccins, waarbij we er eigenlijk nog niks van wisten, al meteen enorme bedragen investeerden in large-scale production, het allerduurste deel van de geneesmiddelenontwikkeling, waarbij dus daar gezegd werd, we weten wel eigenlijk nog niks, we gaan ervan uit dat het werkt, maar als het werkt in de voorstudies, dan moeten we ook meteen heel snel kunnen opschalen om jaren te kunnen winnen. Dat heeft ongelooflijk goed uitgepakt, zoals we allemaal weten, voor de COVID-vaccins, zoals dat nu is. We hebben dus aanhalingstekens misschien wel weinig geld relatief verloren, omdat alles wat getest werd, werkte. Maar dat zal zeker niet zo blijven, omdat we nu al weten dat er varianten ontstaan en dat sommige vaccins bijwerkingen zullen geven. Er zijn nog 42 producten in klinische trial aan vaccins. Dus er komt nog van alles aan waarbij in volledig immuune en half immuune populaties we allerlei resultaten zullen gaan zien en met steeds complexere systemen zullen krijgen met verschillende vragen die we moeten kunnen beantwoorden in gecontroleerde studies. En daarin zou het Controlled Human Infection Model op subvragen heel goed snel antwoorden kunnen geven om beleid en strategie van beleid te kunnen ontwikkelen. Dus zou ik willen besluiten door te zeggen dat we eigenlijk niet één COVID-model hebben. Er wordt vaak over gepraat van we doen de COVID-challenge, alsof dat een natuurlijke infectie is. We benaderen dat natuurlijk ook wel. Maar de manier waarop we dat toedienen, dat inoculum, de challenge, de strain, het is er vaak maar eentje, de dosering die we toegeven, zijn allemaal voorgekozen en vastgelegd, zoals niet zoals dat noodzakelijkerwijs in de variëteit van de natuur voortkomt. En ook de endpoint measurements kunnen dus ziek of niet ziek zijn. De hoeveelheid virus die je uitscheidt. Het hangt er gewoon van af welke vraag je eigenlijk je voor hebt gelegd die je zou willen beantwoorden. Dus het pleidooi hier, en daar kwamen we ook al uit in die WHO-groep, is dat je dus moet erkennen dat het CHIM-model niet het alfa en omega is van de COVID-infectie zoals die voorkomt, maar dat je die in moet zetten voor specifieke vragen en daar het model voor moet ontwerpen en toepassen of om specifieke antwoorden te krijgen. En daar wou ik het bij laten. Dank je, Robert, voor een fantastisch verhaal. Heel helder allemaal. Maar het lijkt er dus op dat er toch wel enige diversiteit in de meningen was in de expertgroep waarin jij deelnam. En hoe kom je daar dan uit in die discussie? Ja, zoals dat natuurlijk altijd is, doorpraten en doorpolderen en elkaar met nieuwe gegevens. En die waren op dat moment, moet ik zeggen, die waren natuurlijk ook beperkt. Het was voor een deel allemaal hypothese en nog gebaseerd op weinig kennis. En zoals wel vaker, de meningen worden sterker naarmate de kennis minder is. En dat leidde er vaak ook toe dat er dus heftige discussies ontstonden, waarbij mensen dingen wel of niet acceptabel vonden. En dat is zoals we het ook zien in de maatschappij en ook dagelijks op tv natuurlijk. Dus wij waren een mooie afspiegeling van de wereldpopulatie in die zin. Heel goed. Ik stel voor dat we straks zoveel mogelijk vragen aan het eind in de paneldiscussie gaan beantwoorden, Robert. Dus aan alle participanten roep ik overigens op nogmaals om in de Q&A-optie onder in uw Zoom-window vragen te stellen aan de sprekers. Detailvragen kunnen zij dan direct schriftelijk beantwoorden in die Q&A-window. En grotere vragen kunnen we dan bespreken in de plenaire discussie aan het eind. Dankjewel, Robert. De volgende spreekster is Meta Roestenberg, internist-infectioloog uit het Leids Universitair Medisch Centrum, over hoe een Nederlandse SARS-CoV-2-CHIM eruit zou moeten zien. Meta. Ja, dankjewel. Ik hoop dat het allemaal goed te zien is en dat ik ook goed te horen ben inmiddels. Ja, prima. De verbeterde internetverbinding nu weer. Ik wilde presenteren hoe wij denken dat zo'n eerste studie eruit zou kunnen zien. Dat is natuurlijk een uitgebreid protocol, dus ik zal de highlights geven van de aspecten waarvan wij denken dat die belangrijk zijn of waarbij we een aparte mening hebben of een andere mening hebben dan wat eerder gepresenteerd is.
Een beetje een aansluiting op wat Dimitri en Rieke natuurlijk al zeiden, zijn de ontwikkelingen rondom COVID-19 natuurlijk heel hard gegaan afgelopen jaar. En zijn ook de wetenschappelijke vragen die we hebben in elk stadium van deze pandemie weer anders. En dat compliceert de discussie rondom een eventuele CHIM en de rol van CHIMs in de diverse vragen zeker ook. En nu dat de grootschalige vaccinatiecampagnes ingegaan zijn, hebben we weer hele andere vragen dan dat we dat een jaar geleden hadden. En een aantal van die vragen zal ik weergeven. Bijvoorbeeld, wat zijn de correlates of protection? Kunnen we meten dat iemand beschermd is of niet? Wie is er infectieus? En zijn mensen nog infectieus nadat ze gevaccineerd zijn? En hoe lang zal die deze bescherming aanhouden? Maar ook, geven de vaccins die we nu hebben voldoende bescherming tegen allerlei nieuwe varianten? En in al deze vragen zouden CHIMs een rol kunnen spelen. Maar zoals ook al in de chat gezegd werd, is dat natuurlijk niet noodzakelijkerwijs altijd de beste tool voor een bepaalde vraag. En moeten we dat steeds weer opnieuw afwegen. De effecten van vaccins zijn immers tweeledig. Dus enerzijds vaccineren we nu natuurlijk om mensen te beschermen tegen ziekte en uiteindelijk overlijden. Maar we weten ook dat de vaccins hele sterke effecten kunnen hebben wat betreft het voorkomen van transmissie. En dat te weten is zeker in deze fase, denken wij, heel relevant. Omdat je daarmee je vaccins op een andere manier kan gaan inzetten. En meer target richting de populatie die meer transmissie veroorzaakt. En CHIM-studies zijn in die zin uniek in de detail die je kan krijgen rondom het ontstaan van een infectie. In dit geval in gezonde personen, waarbij we dus natuurlijk niet gaan zoeken naar symptomen, maar waar we vooral gaan kijken naar replicatie van het virus in de bovenste luchtwegen. En wat hierbij uniek is, is dat je dat volledige infectieuze periode in kaart zou kunnen brengen. Dus je kan al voordat de expositie plaatsvindt, kan je al monsters afnemen als een baseline sample om de persoon als het ware te karakteriseren. En vervolgens kan je na de exposure kijken hoe dat virus repliceert en hoe het immuunsysteem daar lokaal in de bovenste luchtwegen mee omgaat. En je kan dus dit hele infectieuze window kan je in detail bekijken. We denken dat dat nu een hele relevante en prangende vraag is, nu dat we eigenlijk na de vaccinaties onze maatschappij weer willen openen. En de vraag natuurlijk is in hoeverre er dan nog transmissie plaatsvindt en in hoeverre die mensen die gezond, jong en gezond zijn, nog zullen zorgen voor overdracht van het virus. Kortom, de vraag die ervoor ligt en waarvan wij denken dat die nu relevant is, is ja, hoe infectieus zijn gezonde jonge volwassenen eigenlijk na vaccinatie, als je dat vergelijkt met niet gevaccineerde individuen? En zie je eigenlijk een reductie in infectiviteit of in de mate waarin mensen dus het virus bij zich dragen? Nou, zo'n vraag kan je niet zomaar beantwoorden met een CHIM-studie, zoals eerder ook al door Robert werd uitgelegd, zijn er diverse stappen die genomen moeten worden om een CHIM-studie, het CHIM-model te ontwikkelen. En die stappen hebben ieder ook tijd nodig. En dat is een groot nadeel van CHIM-studies natuurlijk. Want daarmee ben je ook altijd net wat trager dan dat je misschien zou willen in een pandemische situatie. Stap 1 is de GMP-productie van een challenge-virus. Stap 2 is dan een dosis-escalatie in gezonde, ongevaccineerde individuen. Om eigenlijk de dosis van het virus te vinden. En we zoeken hier bijna een hele lage dosis. Waarbij je virusreplicatie detecteert in de bovenste luchtwegen. Dus je bent niet op zoek naar symptomen, maar naar een soort van positieve uitkomst. En Robert had al aangegeven dat de commissie van de WHO vond dat dat in 70% van de vrijwilligers zo zou moeten zijn. En pas daarna komt een fase waarin je die eerste onderzoeksvraag die ik zo net poneerde zou kunnen beantwoorden en kan kijken naar de verschillen tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde individuen. En normaliter als we een CHIM-studie opzetten, een nieuwe studie opzetten, dan duurt dat proces ongeveer een aantal jaren en voor elke stap reken ik dan ongeveer een jaar. Als je dat allemaal strak achter elkaar zou plannen. Nou is 3 jaar in een pandemische situatie natuurlijk veel te lang. En is de vraag, kan dit op een of andere manier dan sneller en hoe dan?
Nou, stap 1, het verkrijgen van het SARS-CoV-2-virus en het GMP produceren, is een stap die we in de loop van vorig jaar al genomen hebben. Vooral met grote dank aan de laboratoria van Erik Snijder en Marjolein Kikkert, die al tientallen jaren werken aan coronavirussen, waar dus de volledige expertise aanwezig was over het kweken van dit virus. En het geluk dat we hebben, dat wij in het LUMC een GMP-faciliteit hebben die BSL-3-niveau kan functioneren. En aan de rechterzijde ziet u twee analisten die dit virus boven in ons GMP-faciliteit hebben kunnen produceren. Hier een aantal details voor de ingewijden. Dus het originele virus heet Leiden 8. Is geïsoleerd van een nasofaringeale swab in een patiënt opgenomen in het LUMC, 76 jaar, was besmet via zijn schoonzoon die naar Italië was afgereisd. Dit virus heeft al de D614G mutatie. Deze patiënt was verder negatief voor allerlei bloedovertraagbare virussen en ook voor respiratoire virussen. En inmiddels hebben wij dit virus aangetoond dat het letaal is in ACE2. Receptor positive mice en dat het ook pathogeen is in rhesus macaken. En dit virus hebben wij vervolgens GMP geproduceerd. Opnieuw, niet ik natuurlijk, maar het team hier onder de leiding van Erik en Marjolein op Vero-cellen, GMP-cellijn en volledig gecharakteriseerd met next generation sequencing en ook natuurlijk alle andere virussen uitgesloten. We hebben nu 200 vials van 10 tot de 5e PFU opgeslagen. Dan zou de volgende stap zijn het model opzetten, waarbij je dan dus gaat kijken of je mensen veilig kan besmetten. Zoals net ook al verteld, veiligheid is relatief. Er blijft altijd een risico over. En of je bij een dergelijke dosis via replicatie in de bovenste luchtwegen kan vinden. En vervolgens kan je dan kijken naar of mensen op dat moment ook symptomen hebben, hoe lang ze dat virus uitscheiden en immuunresponsen. Dat toedienen, dat is gewoon voor de nieuwsgierige mensen, stellen wij voor om dat gewoon te druppelen. Vooral geen aerosolvolle behandelingen natuurlijk. En dit was het aanvankelijke dosescalatieschema, zoals dat eigenlijk naar analogie van de WHO voorgesteld werd. En wij hebben toen bedacht dat we in ieder geval wilden starten met een kleine groep vrijwilligers. Eén is natuurlijk geen groep, dus vandaar dat we besloten hadden om het voor te stellen om met drie vrijwilligers te beginnen en die groep dan langzaamaan uit te bereiden. Dan is de vraag, kan dat niet sneller? We zijn nu vooral geïnteresseerd in vaccineffecten. Dat wordt ook in de UK nu nog niet onderzocht met de chip-modellen die daar nu opgezet worden. Kunnen we dat niet op een of andere manier sneller doen? Daarbij zouden we eigenlijk drie verschillende doelen tegelijkertijd willen hebben. Dus enerzijds naar veiligheid kijken, anderzijds naar die virale replicatie kijken in de bovenste luchtwegen, maar ook tegelijkertijd gevaccineerde versus ongevaccineerde vrijwilligers willen vergelijken. En het endpoint voor safety is natuurlijk adverse events. Het endpoint voor virale replicatie zou PCR zijn, zoals eerder ook door de WHO gezegd. Maar als je het echt hebt over of mensen wel of niet besmettelijk zijn, zou je moeten kijken, vinden wij naar kweekbaar virus. Nee, je zou dat sneller kunnen doen door al te beginnen met de dosescalatie in de controles. En zodra je een signaal vindt, dat wil zeggen PCR-positiviteit, dan tegelijk gaan kijken naar kweekbaar virus en dan tegelijkertijd de gevaccineerden mee te nemen in die eerste dosescalatie trial, zodat je al heel snel antwoord krijgt op die vraag die voor ligt. Daarmee wordt het dosescalatieschema, wat we nu weer aangepast hebben, wat ingewikkelder. Dus opnieuw een Sentinel-groep van drie vrijwilligers die niet gevaccineerd zijn en een VV. En zodra je daarin iets van PCR-positiviteit ziet tussen dag 3 en 10 na blootstelling, zouden we dan de groep uitbreiden naar een wat grotere groep. De eindpunten, zoals ik eerder al zei, symptomen, daar zijn gestandardiseerde vragenlijsten voor die ook voor influenza gebruikt worden. Een CT-scan in het geval van symptomen.
En virologische eindpunten waarbij we een heel breed scala aan samples willen afnemen van de bovenste luchtwegen om te kijken hoe we het beste dat virus kunnen detecteren en wat ons de beste data geeft. Dan iets over veiligheid. Wij hebben bedacht dat we eigenlijk een beetje analoog aan onze patiëntenzorg een multidisciplinair team wilden instellen, wat onafhankelijk is van de onderzoekers die elke dag kijken naar de klinische gegevens rondom deze vrijwilligers en te beslissen of er al dan niet iets van interventies plaats moeten vinden. En dat heeft te maken met de toepassing van bijvoorbeeld remdesivir, waar veel discussie over is, of monoclonale antilichamen. Beide groepen in de UK hebben voorgesteld om die behandelingen, dus in Londen wil men vroeg starten met remdesivir, in Oxford wil men heel vroeg starten met monoclonale. In Nederland, wij hebben daar uitgebreid discussie over gehad, maar vinden wij dat het niet gerechtvaardigd is om iedereen bloot te stellen aan deze toch wat nieuwe middelen, als niet iedereen dat nodig heeft. Echter, de timing van het initiëren van die behandeling is ook heel belangrijk. Dus vandaar deze middenweg, om dat niet vast te leggen in het protocol, maar daar een multidisciplinair comité voor samen te stellen, wat voorgezeten wordt door een van de investigators, maar waar een heleboel experts in zitten met ervaring in behandeling van COVID-19. Dan iets over de quarantaineperiode. Wat eerder ook al gezegd werd, de WHO heeft daar ook iets over gezegd. Natuurlijk worden deze mensen geacht in quarantaine te blijven. We hebben voorgesteld om die quarantaineperiode zo kort mogelijk te houden. Dat wil zeggen dat mensen in-house zitten totdat ze zeg maar kweekbaar negatief zijn, maar nog wel thuis in quarantaine moeten blijven totdat ze ook daadwerkelijk PCR negatief zijn. Interessant aspect ook, dus quarantaine kan natuurlijk niet verplicht worden. Mensen mogen de studie altijd verlaten. Dat geeft een probleem voor mensen in de omgeving die mogelijk blootgesteld kunnen worden aan het challenge virus zonder dat zij hiervoor consent hebben gegeven. En in Nederland is het zo dat we dat dus niet wettelijk kunnen verplichten dat mensen in quarantaine blijven. Maar dat we wel eventueel hun gegevens zouden moeten doorgeven aan de autoriteiten. En in dat kader vinden we het dus ook heel belangrijk om die quarantaine zo aangenaam en zo kort mogelijk te houden. En hebben we ook een klinisch psycholoog voorgesteld als onderdeel van het MDO. Omdat verveling nou eenmaal een groot risico is. En ook een risico op dat mensen uit quarantaine willen. Quarantaine faciliteiten, hierin wijken we een beetje af ten opzichte van wat de WHO heeft gezegd en wat men nu in Engeland doet. Dus opnieuw zo min mogelijk verveling, individueel geventileerde kamers natuurlijk, maar wij wilden voorstellen om dat niet in een speciale high-level containment unit met negatieve drukkamers te doen. Immers negatieve drukkamers met een hoop entertainment zijn niet te verkrijgen, maar meer te focussen op een situatie zoals we die ook gewoon in de ziekenhuizen hebben, namelijk individueel geventileerde kamers, gesloten deuren, voldoende afstand van de ene kamer naar de andere en een cohorteren als het ware met natuurlijk persoonlijke beschermingsmiddelen en inmiddels al het personeel wat gevaccineerd is. En de nauwe betrokkenheid van een klinische psycholoog om zeker te weten dat het met deze vrijwilligers goed gaat. Goed om te weten dat de derde stap die feitelijk hierna nog komt, dat er een hoop andere vragen zijn die potentieel nog op kunnen komen en waar CHIM-modellen een rol bij kunnen spelen. Ik vind het heel lastig om dat te voorspellen, omdat de ontwikkelingen zo snel gaan. En misschien is het wel helemaal niet nodig en dat zou eigenlijk het allermooiste zijn, want dan zijn we allemaal van alle ellende af. Maar wellicht komen er nog veel meer vragen. En wat belangrijk is, is dat dit natuurlijk hele complexe studies zijn om uit te voeren. En dat we na moeten denken, ja, als we dit soort modellen nodig hebben, om bijvoorbeeld te kijken naar longevity protection of de verschillende variants of concern. Opnieuw, daar kunnen misschien ook andere manieren zijn die op dat moment beter geschikt zijn dan een CHIM-model. Ik wil zeker niet zeggen dat CHIM-modellen overal altijd de beste optie voor zijn. Maar als het zo is, is natuurlijk de vraag, hebben we de capaciteit om dit soort studies in Nederland vaker te doen. En ik denk in dat kader wil ik een pleidooi houden voor open science. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit soort dingen in alle openheid doen. Dat we protocollen, als die er zijn, publiceren. Dat we data zoveel mogelijk beschikbaar maken, zodat een ieder daarin kan, dat kan visiten en kan minen. En dat we ook zo snel mogelijk voor zorgen dat
ook in Nederland er op diverse plekken de capaciteit bestaat, mocht het nodig zijn om dit soort studies uit te voeren en dat de essays die we daarbij uitvoeren allemaal geharmoniseerd zijn, zodat de resultaten vergelijkbaar zijn. Een grote uitdaging, maar ik denk wel een noodzaak als je dit soort studies overweegt. In mijn conclusie is dat met een controlled human infectiestudie met SARS-CoV-2 dat je inzichten krijgt in een enorm groot detail. Dat detail krijg je niet op een andere manier. De vraag is wel, dat brengt een risico met zich mee. Willen we dat detail? Hebben we dat absoluut nodig? Wat zijn de andere manieren en zijn we daar misschien ook al wel tevreden mee? Gezien het risico en die afweging is denk ik ontzettend lastig. In Engeland is men daar heel uitgesproken over en daarom al gestart met dit soort studies. Maar we moeten niet vergeten dat in de VS bijvoorbeeld men daar ook uitgesproken is en de andere kant op. En heeft men gezegd, wij starten niet met dit soort studies zolang er geen rescue therapy is. En in Nederland denk ik moeten we dat oordeel nog vellen. En als laatste natuurlijk alle credits aan het team dat hierachter zit. U ziet mij, maar ik ben zeker niet degene met de meeste expertise op het gebied van SARS-CoV-2. Dat zijn natuurlijk Erik, Marjolein, de twee analisten, Jessie en Heidi, die het GMP-productie van het virus hebben verricht in een hele moeilijke omstandigheden, GMP en BSL-3. En alle andere mensen die ons heel hard hebben gesteund. Dank. Dankjewel, Meta, voor een heel mooi verhaal. In de Q&A-sessie begint al wat discussie los te komen over welke vragen nu expliciet niet beantwoord kunnen worden zonder het gebruik over CIMS studies. En ik zie dat Heijman dat straks plenair wil bediscussiëren. Maar één vraag die al wel bij mij opkomt, is een vraag ook die door Christina van den Broeke gesteld is. En dat is namelijk of die initiële studies die je gaat doen, het vinden van de infectiedosis, op zich al niet een reden zijn om een CHIM-studie te doen. Want volgens mij zijn er weinig andere manieren om de minimale infectieuze dosis uit te lezen. En ook de dosis van clonaliteit. Hè? Je werkt met een heel goed gecontroleerde stok. Wat is daar over jouw kijk? Is dat niet een integraal deel van die CHIM-studies om ook die hele basale virologische vragen te beantwoorden? Zeker, zeker. En dat kan natuurlijk met zo'n CHIM-studie, kan je allerlei vragen beantwoorden. Je kan ook vragen beantwoorden over de immuunrespons. Hoe start die op? Hoe ziet dat er precies uit? Wat is de kinetiek van die immuunrespons? Dat zijn allemaal basale wetenschappelijke vragen die je daarmee zou kunnen beantwoorden. De vraag die natuurlijk daarachter ligt is onze nieuwsgierigheid naar die antwoorden. Hè? Want dat het allemaal hele waardevolle data oplevert, is denk ik iedereen het wel over eens. Maar is onze nieuwsgierigheid groot genoeg om dan dat risico te willen accepteren? En wat daarin, zeker als je het hebt over fundamentele vragen, wat moeilijk in te schatten is, is dat het weten van zo'n dosis een enorme consequentie kan hebben. In public health, in de manier waarop we naar het virus kijken en de manier waarop we daarmee omgaan. Maar het kan ook zo zijn dat dat niet zo is. En dat is heel erg afhankelijk van wat wij vinden. Hè? Als wij vinden dat een hele lage dosis, infectieuze dosis, al een enorme virale load geeft, bijvoorbeeld, is dat heel relevant voor hoe we eigenlijk omgaan met elkaar. Maar het kan ook zijn dat we zeggen, we hebben eigenlijk best wel veel virus nodig. Ja, hoe belangrijk is het dan? Of we hebben, 10 to the 3rd nodig. Ja, wat zegt dat dan helemaal? En dan heeft dat misschien niet heel direct consequenties voor de manier waarop we daarmee omgaan. En dan is dus de vraag, is dat risico dan wel waard? Ja, helder. Ik denk van wel, maar ik ben ook maar één persoon. En we gaan straks verder discussiëren over die andere vragen. Dankjewel, zover. De volgende spreker is Martine de Vries, hoogleraar normatieve aspecten van de geneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum. En zij gaat praten over eerlijke inclusie of met wie informed consent en betaling en verzekering. Martine. Ja, dankjewel voor de introductie. Nou, zoals Rico al aangaf, hebben wij als de twee ethici in deze groepen samengewerkt om deze presentatie te maken en een beetje te verdelen van wat zijn nou de relevante topics. En nogmaals, die zijn helemaal niet nieuw of anders, maar die horen eigenlijk bij de ethisch verantwoorde manier van naar dit soort protocollen of dit soort onderzoek kijken.
waarbij ik een aantal punten zal aansnijden die niet zo fundamenteel zijn, kan ik direct zeggen, als die social value, scientific value, want ik denk dat dat echt hele wezenlijke punten zijn waar fundamenteel discussie zal blijven, denk ik in ieder geval zolang er nog geen curatieve therapie is. Maar er zijn een aantal ook essentiële dingen om als ethische commissie, maar denk ik ook als samenleving, over na te denken op het moment dat je dit soort studies gaat uitvoeren. Nou, een belangrijk punt is, en daar is natuurlijk al een hele tijd over gegaan, wie includeer je? Wat besproken is, je includeert in eerste instantie de groep waar het zo veilig mogelijk voor is. Dus dat zijn jonge mensen, dat heeft ermee te maken, één, voor het risico voor die jonge mensen, maar ook vertrouwen in de wetenschap in algemene zin. De WHO zegt daarbij wel, en dat is heel interessant, misschien als je dan die groep hebt geselecteerd, hè, van jonge, gezonde volwassenen, die dus een heel laag risico lopen, moeten we dan niet prioriteit geven misschien aan degene die sowieso een hoog risico hebben om een infectie op te lopen. En dan niet, zegt de WHO, omdat dat komt door sociale achterstand bijvoorbeeld, hè, of hoog risico door de manier van leven dicht op elkaar, en dus nogmaals door economische redenen bijvoorbeeld. Maar omdat er groepen nou eenmaal zijn met een verhoogd risico, en in Nederland moet ik dan direct denken aan bijvoorbeeld de studentenpopulatie, die helemaal niet om sociaal-economische omstandigheden een hoog risico loopt op infectie, maar meer gewoon door het gedrag van eigenlijk nog adolescent zijn. En dus meer risico ook nemen om geïnfecteerd te raken. Dus dat is een interessante vraag. Nou is het zo bij de Human Challenge Trials in Nederland dat heel vaak studenten deelnemen. Dus eigenlijk van nature zal, als zo'n studie doorgaat, zal die groep daar wel deelnemen. En je kan je ook voorstellen dat je daar misschien ook wel iets prettiger bij voelt als zij toch al een hoger risico dan gemiddeld lopen om geïnfecteerd te raken, zonder dat dat door achterstanden komt. Maar dat is dus een interessante om nog verder in te zoomen op die inclusie, los van alleen de leeftijd en het feit dat je gezond bent en het allerlaagste risico loopt op zowel korte termijn als lange termijn bijwerkingen. Een essentieel punt is natuurlijk informed consent. In het verhaal van de Rieke werden een aantal historische trials, zullen we het maar noemen, aangehaald, waarbij de toestemming, de vrijwilligheid, allemaal natuurlijk een rol speelde. Was natuurlijk een hele andere context, hè, dat moet wel gezegd worden. Het is interessant om dit soort verhalen op te halen, dat dit soort studies plaatsvonden, maar dat is natuurlijk een andere situatie waarin op andere manier naar onderzoek werd gekeken. Maar de informed consent is altijd een centraal issue als je terugkijkt. Dat die maar met moeite of helemaal niet werd bereikt. Ook de WHO zegt hierover, en dat proces van de informed consent, dat moet hartstikke rigoureus zijn. En in dat informed consent proces is er misschien wel een extra verantwoordelijkheid voor de onderzoeker om de deelnemer op te testen dat er begrip is voor de studie. Dus en desnoods een kort examen of wat dan ook, maar dat dus niet alleen, hier heb je de informed consentbrief waarvan we weten uit de praktijk dat die 20 pagina's lang is en dat niemand hem leest of deels niet begrijpt, maar dat er meer wordt gezocht naar zekerheid dat de deelnemer daadwerkelijk heeft begrepen waar die voor tekent. Wat de WHO ook zegt, is die toestemming moet tijdens het onderzoek steeds opnieuw worden bekeken en herijkt. Vooral als er nieuwe data bekend zouden worden. Dat is natuurlijk lastig als je eenmaal besmet bent, ben je besmet. Ja, weet je, die besmetting haal je er niet meer uit. Maar het is sowieso goed om een deelnemer, vooral als je natuurlijk ook zo lang in quarantaine zit, om geïnformeerd te houden over data die er zijn, bijvoorbeeld. Maar het is dus een belangrijk punt, die rigoureusheid van de toestemming, waarbij je, denk ik, hè, in de toestemming en de vrijwilligheid een hele hoop van de argumenten van in ieder geval de historische casuïstiek al
weghaalt. En veel van de tegenargumenten en het onderbuiksgevoel wat bij dit soort studies toch vaak bestaat. Nog als aanvulling op, en, nou ja, dat je natuurlijk moet informeren op risico en belasting. Nou, de Meta begon er ook al over. Je hebt natuurlijk een aantal bijzondere risico's. Doordat je geïsoleerd wordt, bijvoorbeeld mentale problemen. Het risico dat je, het algemeen met de Human Challenge Trials, dat je transmissie hebt of zou kunnen hebben naar derden. Dat wordt natuurlijk met bijvoorbeeld quarantaine voorkomen. Maar op het moment dat iemand besluit weg te gaan, is dit natuurlijk wel een reëel probleem. En de belasting die tijdens de trial kan optreden. Dus je hebt een hele hoop te vertellen en een hele hoop uit te leggen. En daar moet je heel erg goed de tijd voor nemen. En dus ook testen en terughoren dat iemand het heeft begrepen. En dat is allemaal haalbaar. Dus dit zijn geen eisen waarvan je denkt, nou, dan doen we die studie niet. Hè? Maar het zijn wel belangrijke zaken, denk ik, ook voor een toetsingscommissie om naar te kijken hoe is dit ingericht. Het recht om te stoppen met het onderzoek, nou, dat noemde Meta ook al. Hè? Dat recht heb je altijd, is vastgelegd ook in de wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland, maar ook internationaal. Dat is in algemene zin bij challenge trials, is dat een probleem als je geïnfecteerd bent. Dat je als onderzoeker natuurlijk niet wil dat iemand wegloopt. En bijvoorbeeld niet de behandeling kan krijgen die hij eigenlijk zou moeten hebben als een onderzoek is gestopt. Dus die medische belangen van het individu of de belangen van de samenleving in het kader van besmetting, die kunnen botsen met die uitoefening van dat recht. En ook dat is belangrijk om gewoon open en transparant natuurlijk met de deelnemer te bespreken. En wat Meta zegt, ja, je hebt juridisch geen poot op te staan om iemand tegen te houden. Maar de meeste mensen zijn toch wel behoorlijk redelijk. Dus als je dit van tevoren bespreekt, denk ik dat je al een heel eind bent. Wat in de internationale literatuur heel interessant, toch ook wel heel vaak naar boven kwam, is de betaling. Want vrijwilligers worden betaald om deel te nemen aan de studie. Heel veel discussie over geweest, dat mensen vonden dat het te veel was. En hoe bereken je dat eigenlijk? In Nederland zijn we daar binnen de METC's en ook de CCMO eigenlijk heel duidelijk in. Je hebt een aantal indelingen in, nou ja, waar zou je voor kunnen betalen? 1, vergoeding voor gemaakte kosten, bijvoorbeeld reiskosten. Nou, dat ligt voor de hand dat je die vergoedt. Compensatie voor tijd en belasting is essentieel. Daar zijn tegenwoordig tabellen voor. Ieder uur dat je ergens bent, iedere vingerprik, venapunctie, wat dan ook die je krijgt, daar krijg je een vast bedrag voor. Risico wordt niet vergoed. En dat is heel belangrijk om te weten. Je krijgt niet betaald voor het risico, je krijgt betaald voor de belasting. En soms kan je de vraag stellen, oké, maar als dit allemaal optelt en het wordt echt een behoorlijk bedrag, omdat je bijvoorbeeld 14 dagen in quarantaine zit en alleen al voor de tijd betaald krijgt, wordt dat niet een incentive om inclusie te bevorderen? En dat is aan een ethische commissie om aan te voelen, en waar ook uit studies blijkt dat de deelnemers aan dit soort studies het niet voor het geld doen en ook niet meer risico bijvoorbeeld zouden accepteren als ze nog meer betaald zouden krijgen. Dus en wat al voor de andere aspecten ook gold, ook voor die betaling denk ik dat je geen ander raamwerk nodig hebt. Daar is een keurig raamwerk voor de METC's, waarbij eerder de discussie is en ook in de literatuur nu opkomt dat mensen vinden dat er eigenlijk te weinig wordt betaald, omdat we daar zo bovenop zitten uit angst dat er te veel wordt betaald. Laatste punt, en het is denk ik ook wel heel relevant in de Nederlandse context, is, stel nou dat er toch onverhoopt met die proefpersoon iets gebeurt, dan is de onderzoeker en de instelling, die zijn daarvoor verzekerd. Zo'n verzekering is verplicht. Alleen is het de verzekeraars ergens gelukt om in het besluit, in de uitwerking van die verzekeringsplicht op te laten nemen. In algemene zin geldt voor alle studies
in Nederland, dus echt niet alleen voor challenge-studies, dat schade door een risico waarover de deelnemer vooraf schriftelijk is geïnformeerd, niet onder de verzekering valt. Dus kort gezegd, alles wat in de proefpersoneninformatieformulier staat, daar ben je niet voor verzekerd, want dat had de proefpersoon kunnen weten en dan had hij niet mee moeten doen. En dat is natuurlijk wel lastig, vooral in de setting van een pandemie, waarin je toch vanuit een bepaald altruïsme misschien denkt, dat horen we ook terug bij One Day Sooner, dat mensen zeggen, ja, en als we iets maar kunnen versnellen, dan doen we wel mee, maar dat doen we dus echt niet voor onszelf, maar voor de samenleving. En dan zit je met zo'n praktisch besluit, wat vervolgens maakt dat je niet verzekerd bent, bijvoorbeeld voor long covid. Want dat is iets wat je natuurlijk in het informatieformulier meldt. De WHO heeft daar ook al over gezegd, je moet eigenlijk alles wat studiegerelateerd is in deze context van die pandemie, dat moet je vergoeden. In Engeland zijn ze gestart met een overheidsfonds in dat kader. En eigenlijk zou je hier in Nederland ook zoiets willen. Hè? Of dat de verzekeraar zegt, we gaan hier een aantal onderdelen van die risico's, bijvoorbeeld de long covid, gaan we wel verzekeren. Maar dat is altijd een punt van discussie en een punt van grote frustratie, ook van de toetsingscommissies, dat verzekeraars zich hier zo ontzettend strikt opstellen. Maar wel een punt om zeker mee te nemen. Concluderend, waar Rieke denk ik al mee begon, hè, de bestaande ethische raamwerken die er zijn prima toepasbaar op challenge-studies. Wat ik heb laten zien zijn een aantal, denk ik, veel meer praktische punten die goed ingericht moeten worden. De discussie gaat vooral over social value en risico's, waarbij het denk ik essentieel is niet een challenge model als geheel te zien en vanuit een onderbuiksgevoel te reageren. Dat je überhaupt nooit mensen bewust zou moeten besmetten, maar dat je per vraag zou moeten kijken, kan het eventueel anders, hè? Subsidiariteit, is het iets waar het risico nog acceptabel is? Is dat risico proportioneel met wat je hoopt te bereiken? Doet de snelheid ertoe of niet? Maar niet het idee van de challenge trial, maar dat je echt individuele protocollen daarop beoordeelt. De transparantie is al een aantal keer genoemd. En Meta noemde het ook nog iets. Zorg dat het openbaar is. Zorg dat het breed gedeeld wordt, ook de data die eruit komen. Het is niet voor niks een pandemie. En laten we ook eens in die setting globalistisch denken. Wat de WHO liet zien in het expertpanel, dat zien we ook onder de ethici. Die zijn verdeeld. Ik vind dat een lastig punt, nogmaals, omdat ik vind dat je de vragen individueel moet bekijken en niet het idee van een challenge trial en het bewust besmetten van mensen, want dan heb je al snel een yuck feeling. Maar er is veel precautionary principle op dit moment. Hè. Dus de onderzoekers moeten maar aantonen dat er geen risico is. En om mijn collega Annelien Breenoord te parafraseren, ethiek is niet voor bange mensen. Ik denk dat we in ieder geval heel goed het gesprek aan moeten gaan of we hier niet iets mee moeten met dit soort studies. Dankjewel. Dankjewel, Martine, voor nog een fantastisch verhaal en weer binnen de tijd. Ik ben zeer onder de indruk van alle sprekers. Ik wil ook alle sprekers, terwijl ik dadelijk de eerste vraag stel aan Martine, vragen om hun camera weer aan te zetten en terug in beeld te komen voor de paneldiscussie. Maar de eerste vraag die is eigenlijk al aan het begin van deze sessie gesteld door Colette van Bokhoven, die ik nu graag voorleg. Eerst aan jou, Martine, maar misschien ook aan Rieke. Is hoe je omgaat met die afweging om wel of niet zo'n CHIMP-studie te doen als je nog zo weinig weet van de lange termijn effecten van de ziekte. En dus dat gaat dan zowel over de verzekering als de informed consent die je moet gaan voorleggen. Wat zet je daar dan in? Hoe ga je om met die onzekerheid? Nou ja, er zijn denk ik twee dingen. Dus de één
is de beoordeling door de samenleving of een toetsingscommissie. En de ander is vervolgens de informed consent als je eenmaal besluit zo'n studie te doen. Het punt van de beoordeling, denk ik, vind ik het altijd heel interessant om te zien dat we een publiek gezondheidsprobleem hebben. Hè? Dus echt een... het is een global health probleem, maar in de publieke gezondheid, daar geldt een bepaald ethisch kader, wat eigenlijk helemaal niet past op het toetsingskader wat we hebben en de bescherming van individuele proefpersonen. En daar botst het, want ook al weten we nog niet heel veel over de lange termijn, in het toetsingskader zijn we heel erg geneigd naar het risico van het bekende individu te kijken, namelijk het individuele proefpersoon. En daar gaat het over long covid en over kans op sterven. Terwijl doordat je die studies bijvoorbeeld niet doet, en net zoals het stoppen van AstraZeneca-vaccins, doordat je dat niet doet, ja, die 1 op de miljoen die niet die trombose heeft gekregen, die heb je mooi beschermd. Maar die groepen mensen die niet zijn gevaccineerd of die langer moeten wachten op resultaten van een studie en in die tijd long covid krijgen of overlijden, die worden nooit ergens meegerekend. En ik snap heel goed dat je als toetsingscommissie heel erg kijkt naar veiligheid en de rechten van de individuele proefpersoon. Maar juist met dit soort studies moeten we misschien in een pandemische setting ook durven op een ander ethisch raamwerk in ieder geval gedeeltelijk over te stappen. Dus een public health raamwerk waarbij je meer utilistisch daarover denkt. Dus dat is het punt van, ja, ook als je het nog niet helemaal weet, maar ja, je weet het ook voor de mensen die nu in real life besmet worden niet. En het punt van de informed consent, denk ik dat je dat moet zeggen. Ja, je kan niet meer zeggen dan de data die je hebt, dus daar eerlijk over zijn. Rieke, mij eens? Ja, helemaal mee eens. Kijk, wat ik ook al zei, en daarin verschillen Martine en ik misschien een klein beetje, moeten we overstappen op een ander raamwerk of moeten we het raamwerk houden wat we nu hebben? Ik denk het raamwerk as such voor veel ethici is bijna vaak altijd deontologisch en niet zo utilistisch. Maar de ethici zijn heel erg verdeeld. En ik bedenk het gewoon nu, zeg maar. Je zou ook kunnen zeggen, in het kader van nu dat ik alles gehoord heb, denk ik, ja, misschien is de enige weg forward hier transparant zijn. En ook zeggen dat de ethici dan verdeeld zijn. Want niemand weet het. Dus het blijft een grote stap in het onbekende. En we kunnen wel zeggen dat de risico's minimaal zijn. Maar wat ik ook zei, er zijn nog heel veel unknown unknowns. Dus je neemt een risico. Met als risico dat er dus ook risico's zijn voor andere human challenge trials als het fout gaat. En wie daar dan verantwoordelijk voor is, dat weet ik niet. Maar er zijn consequenties, voor de lange termijn ook. Ik heb een beetje doorbedurend over die risico's. Hè? Want, het is misschien die afweging waard om het toch te doen hè, als de benefits. Meet altijd over, ja, je hebt een bepaald detail. We zijn nieuwsgierig en als het detail zo goed is, je kan er misschien toch weer mensen mee redden, dan is het misschien te doen. Maar er zijn toch een aantal mensen, hè, zoals Christine van den Broeke-Gals, maar ook Jan van den Broeke, die aangeven, wat is dan toch echt die winst van zo'n challenge model? En zijn er toch niet alternatieven rondom hè, het dagelijks leven, epidemiologische studies die we toch kunnen doen? Dus misschien Frits en misschien Dimitri, dat jullie daar ook kunnen reflecteren op die vraag van Christina en Jan. Ja, zeker. Het is altijd fijn om van Christina en Jan vragen te krijgen. Ik denk, zoals ik ook al typte, dat, en dat ik geloof dat Martine dat ook zei, en het is natuurlijk niet een soort, dit wordt geen umbrella-protocol, dus het zal per vraag beantwoord worden. En per vraag zullen de risico's ook verschillend kunnen zijn. Stel dat je een vaccin of een therapie test waarbij je effect verwacht, is dat anders dan in een ander geval. Dan natuurlijk beloop zou kijken. En ik denk dat, ik kan me voorstellen dat je inderdaad hier meer nog dan gewoonlijk zal kijken of er geen alternatieven zijn. En als die er wel zijn, dan moet je het niet doen. Ik denk dat het zo simpel is. En ik denk dat, ik zit iets meer aan de risicokant dan aan de alternatieve kant, maar het is zeker waar dat er heel veel met epidemiologisch onderzoek kan. Dus daar ligt het onus ligt bij degene die het model willen toepassen.
En vind je dan, mag ik daar heel even op reageren, Frits? Want op een gegeven moment, en dat zien we nu natuurlijk in Nederland, is de voorspelling dat natuurlijk de virusloot in Nederland enorm gaat dalen. Hè? De besmettelijkheid is dadelijk helemaal weg. Dat zal betekenen dat net zoals vorige zomer je dit soort epidemiologische studies gaat doen in landen die wij nu allemaal verstoken van vaccins, omdat we ze allemaal hier hebben opgekocht. Allemaal low- en middle-income countries waar we dit soort studies dan gaan doen. Vind je dat rechtvaardig? Nou, dat voelt niet goed in elk geval. Hè? Also, ja, ik ben geen ethicus, maar dat voelt niet goed. Ik denk overigens dat ook wel een probleem is. Waarom is het in Nederland aan dalen? Vorig jaar was dat vanwege maatregelen, maar nu is het vanwege dat de studenten die Meta genoemd hebben, nou volgens mij hebben ze het allemaal al gehad, en of een groot deel, en straks zijn er heel veel gevaccineerd, dus dat is wel een vraag aan Meta. Kan het dan nog? Ja, ik denk dat dat een hele relevante vraag is. Waar ik mee worstel is dat je natuurlijk die tweede stap is die dosis-escalatie om te zien of je virale replicatie krijgt. En ik weet natuurlijk niet of dat anders is in gevaccineerden. Dat moeten we onderzoeken. Of dat zo is. Maar als dat zo is en stel dat dat veel lager is, dan kan het dus best wel zijn dat als je alleen maar gevaccineerden kan includeren in je studie, dat je helemaal nooit komt op een punt of niet komt op een punt waarop je virale replicatie vindt. Of dat je met je dosis alsmaar hoger gaat tot het moment waarop je virale replicatie kan vinden. En als klinicus vind ik dat dan weer spannend, omdat dat dan weer iets is waarvan ik denk, ja, maar weet je, weten we dan eigenlijk wel goed wat daar dan de risico's van zijn, van een steeds hogere dosis, om te proberen over die vaccinimmuniteit heen te gaan. En dan vind ik het lastig om daar een parallel in te vinden, hè? Want bijvoorbeeld bij RSV-challenge-studies heb je ook allemaal mensen, iedereen heeft een keer RSV gehad, dus mensen zijn allemaal serologisch positief. En dan doen we toch challenge-studies. Maar daar hebben we het natuurlijk over mensen die misschien 20 jaar geleden RSV hebben gehad en nu een hele lage titer hebben van antilichamen. Die selecteren we dan op hun susceptibility, hè, denken we dan. En dan includeren we die populatie in de studie. Dat wordt wel heel erg lastig als iedereen op hetzelfde moment gevaccineerd is, zo ongeveer, en allemaal relatief hoog zit in hun immuniteit. Ja, dan denk ik dat dat gewoon een moment is dat dit soort studies gewoon heel erg lastig uit te voeren zijn, persoonlijk. Maar daarop aansluiten dan met dit soort virusinfecties de diversiteit aan uitkomsten enorm. En dus hoe groot moeten dan je studies zijn om überhaupt te kunnen zeggen, deze dosis is de dosis en dit is de uitkomst. Met deze variatie relateert ook een beetje aan de vraag van Joop van Gerven in onze Q&A-sessie. Hoe denken jullie dan over die enorme variabiliteit die je überhaupt in je studiepopulatie hebt? Ja, ook dat is een vraag die eigenlijk bij alle CHIM-studies universeel is. Hè? Of je nou over het virus hebt of over iets anders. En CHIM-studie is natuurlijk een studie die je doet in een heel gedefinieerde, supergezonde, geselecteerde jonge populatie. Dit is niet, no way, de algemene bevolking. Ook niet de ouderen of het kind waar je uiteindelijk iets over wil zeggen, zeg maar. Dus je hebt je maakt feitelijk een homogenere groep. Of je selecteert een homogenere groep. Dus in die zin en geeft dat beperkingen met betrekking tot je doelpopulatie. Het voordeel daarbij is dat je dus met een kleinere groep toe kan. Omdat over het algemeen je uitkomst dus ook iets homogener wordt. En dat is natuurlijk de reden, dat is een van de redenen, is natuurlijk de safety, maar dat is een van de voordelen van dat doen, is om dat dus heel nauw te definiëren, zodat je een homogene uitkomst krijgt, zodat je power toch goed blijft, ondanks dat je een kleine groep hebt. Maar het is altijd zoeken naar die balans tussen, nou ja, hoe homogeen wil ik mijn groep hebben en hoe universeel, hè, hoe homogeen is dan de uitkomst. En eigenlijk wil ik iets meer diversiteit. En stel dat er geen risico zou zijn, krijg ik meer heterogeniciteit en heb ik dus een grotere groep nodig. En dat wisselt dus ook van CHIM-model. Dus als we niet alleen naar SARS-CoV-2 kijken, dus bij malaria hebben we een 100% infectie. Level, hè, dan weten we zeker dat we iedereen altijd infecteren, dankzij Robert's muggen. Dat is prachtig, want dan heb je maar een hele kleine groep nodig. Je weet eigenlijk altijd wel van tevoren al wat eruit komt. Dus dat maakt het leven heel prettig, zeg maar, voor een CHIM-specialist. Voor deze virusinfecties is het lastiger, want daarom gaan we voor die 70%, omdat we weten voor influenza en voor RSV, redden we dat gewoon niet, kunnen we lang niet iedereen infecteren, als het ware. Dus heb je ook een iets grotere groep nodig. Nou ja,
Ik kan nog even iets toevoegen. Bijna niet mogelijk, maar... Wat je ziet, nog even bij Frits terug te komen, we begonnen met een populatie waarbij iedereen hetzelfde was, namelijk niet immuun tegen COVID. Daar kan je dan een representatieve studie doen voor de hele populatie. En nu zien we natuurlijk een gedifferentieerd beeld ontstaan, waarbij allerlei varianten, gedeeltelijk immuun, 2 keer COVID gehad, 3 keer COVID gehad, vaccin, geen vaccin, comorbiditeit, geen comorbiditeit. Je ziet nu dat het fijnmaziger wordt. Dus ik denk dat juist het TIM-model, waarin je zo goed kan selecteren en includeren wat je wil hebben voor een specifieke vraag, de vraag steeds specifieker en gerichter worden. Je kan niet meer een all-inclusive approach doen hier, of minder makkelijk, tenzij je zegt, nou ja, ik neem dat gewoon mee, iedereen, die, ook halve en hele. Het hangt toch echt van je vraag af. Ja. Wat je kan, en het mooie van het TIM is dat het onder gecontroleerde omstandigheden zo goed gedefinieerd, met zo'n goed gedefinieerde, zo goed mogelijk gedefinieerde studiegroep kan op de kritische criteria die jij wil hebben. Dus het is nice to know, maar soms ook niet to know. Nou, misschien een heel klein detailvraagje van de viroloog, Robert. Is het niet ook een beperking dat je zo goed gedefinieerde inputmateriaal hebt, waar je begint met een klonale virusstok waar we niet eens weten of die klonaliteit misschien niet beperkend is? Ja. Het is namelijk een model. En dat is bij elke studie. Is als je zodra het een model is, het is niet all over representatief. Het is specifiek. En je kan zeggen, dat is dan voor deze virusstam. Maar hoe zit het dan bij die andere virusstam? Nou ja, als je daar redenen voor hebt om eraan te twijfelen dat het niet representatief is, zou je dat moeten uitzoeken. Het is gewoon onderzoek. Er is dan, Tim, misschien ook een vraag voor Dimitri, dan niet meer een soort pre-screen model voor misschien een vaccin of een geneesmiddel die je dan in een field trial of een clinical trial gaat inzetten, dat je dan... Nou ja, dat is zeker een mogelijke toepassing, maar ik zie het ook eigenlijk niet zozeer als een competitie met de epidemiologie alleen maar. Ik denk dat die twee in elkaars verlengde zitten en dat je heel goed moet kijken van welke vragen komen uit de epidemiologie die je heel specifiek met dit model kunt beantwoorden. En zie je ook, zeg maar, ook het kiezen zeg maar, van de eindpunten. En zodat die heel goed op elkaar aansluit. Zodat je van allebei zeg maar, de verschillende type studies die er zijn, gewoon heel veel informatie kunt halen om tot voor een stap te komen. Beoordelen van verschillende type vaccins, ja, dat is zeker mogelijk. Er zijn denk ik nog best wel veel vragen hoor, rondom de nieuwe vaccins die er gaan komen. Ik denk dat er nog een onzekere factor is hoe goed de volgende generatie vaccins tegen de nieuwe varianten, hoe goed die gaan werken in mensen die al een eerdere vaccinatie hebben gehad met de oorspronkelijke varianten. Want die epitopen lijken heel erg op elkaar. Werkt dat even goed? Dat zijn allemaal vragen die zeg maar epidemiologisch in Nederland gaan heel erg lang duren voordat je daar antwoord op zult krijgen. Waarbij je misschien in een TIM wel degelijk gewoon daar antwoord eerder en sneller antwoord op zou kunnen krijgen. Maar goed, het is niet gezegd dat het volledig onmogelijk is met epidemiologisch onderzoek. Het is soms ook een afweging van ja, hoe snel krijg je antwoord met het ene en met de andere studie. Ik heb nog een misschien aan. Maar okay. Ik dat ook zeggen, en die snelheid, dat is natuurlijk waar. En dan is het ook vervolgens weer wat het belang is van snelheid. Soms is dat alleen ons ongeduld, dat is onbelangrijk. En soms is er een pandemie en dan is dat echt belangrijk. Of dan is dat belangrijk, die snelheid. Wat misschien wel onderschat wordt in het geheel, want daar hebben we heel weinig over gesproken, is maar de basale zeg maar, kennis die we nog steeds aan het opbouwen zijn. Kijk, enerzijds doen we dat natuurlijk nu ook met patiënten. En ook, ik heb gisteren nog gezocht naar een aantal publicaties wat in het laatste jaar verschenen uiteraard over COVID. Dat is ongekend. Dus het gaat heel snel, maar we hebben tot nu toe zijn altijd gestart met post-infectie. Dus dat is, zeg maar, met een challenge model is het vanaf de start kijken. Dat is toch nog wel iets waar we nog bijzonder weinig van af weten. Hè? Dat is de rol van andere factoren in bescherming. En ja, die kunnen ook deels met andere studies bestudeerd worden. Maar is dat even snel en makkelijk en handig? En dat hangt van de studie af. Dat hangt van de vraag. Kan dat niet bij, dat is dan een vraag aan Ron, kan dat niet bij fretten en zo? Nou, kijk, een fret is geen mens. Ik zag de vraag. Nee, dat zou ik ook niet durven beweren, Ron. Over primaten. Kijk, ook daar voor animale studies geldt eigenlijk exact hetzelfde
als voor de gymstudies, en namelijk dat de vraag bepaalt of het model gepast is. Hè, dus voor sommige toepassingen kan je prima een hamster of een fret of een niet-humane primaat gebruiken, maar we moeten daar altijd van uitgaan dat al die modellen imperfect zullen zijn. Maar voor het beantwoorden van een heel bijzondere vraag kunnen diermodellen geschikt zijn. En in dat geval ben ik geen voorstander ervan om direct een humane studie te gaan doen. Ja. Maar voor de meeste, dus als je kijkt naar zelfs humane primaatstudies, kan je niet één op één vertalen naar mensen in de regio. Je hebt voor heel veel dingen nu citizen science, hè, mensen die zichzelf graag besmetten met waterpokken. Stel nou dat mensen echt, zeg maar, ja, het is allemaal leuk met die wetenschappers en ethici en duurt allemaal lang en mensen zijn risk averse, maar wij weten het beter. En wij gaan onze eigen citizen science projecten verzinnen met studenten. We gaan elkaar besmetten en dan kijken, misschien met filterpapiertjes bloed aftappen en dan later insturen. Hoe gaan we daarmee om als mensen dat gaan verzinnen? Misschien voor Martine of Rieke. Citizen science voor COVID. Misschien een hele korte eerste reactie. Kijk, daar gaat het vooral over de scientific value die je dan realiseert daarmee. En dan moeten de harde wetenschappers er maar iets van zeggen. Maar ik denk dat als je wat je ziet, de faciliteiten die nu nodig zijn om deze CHIM studies te doen. En die GMP en de faciliteiten die je nodig hebt. Ik vraag me af wat je dan nu voor kennis creëert met citizen science, specifiek voor besmettingsstudies, hè, voor allerlei andere grote griepmeting of zo, dat is iets heel anders. Of de Lyme-meting, maar als je hier besmettingsstudies en dat je daar dan waarde uit wil halen, dan vraag ik me af wat dat oplevert als eerste reactie. Maar dat is meer ook een vraag rondom, hè, als er stel dat er geen artsen bij betrokken zijn, maar mensen in de samenleving gaan gewoon dingen doen. Iemand is positief, ze gaan met elkaar op bezoek. Maar dan een beetje gecontroleerd en ze gaan wat vragen verzinnen. Wie krijgt het of wie heeft het vaccin gehad? Ik verzin maar wat. Kan dat dan überhaupt? Kun je dat? Dat is nu een hele rare vraag. Ja, nou ja, de vraag, wat Rieke eigenlijk ook zegt, hoe krijg je die data zodanig bij elkaar en geïnterpreteerd, daar zit toch een stap tussen, denk ik, waarbij, en dat is ook altijd met citizen science zo, waarbij wetenschappers betrokken zijn. Dus ja, de vraag is of je wetenschappers betrokken krijgt bij dit soort experimenten. Er kwam wel een interessante vraag ook voorbij, want we focussen nu heel erg op jonge mensen, maar stel nou dat er een groep ouderen is die zegt, die zijn er natuurlijk ook, hè, die zeggen, joh, weet je, ik heb een prachtig leven gehad, gebruik mij alsjeblieft als proefpersoon. Is ook heel interessant. En wij zijn vanuit de research ethics en natuurlijk vanuit een vreselijke geschiedenis waar we vandaan komen en misbruik van mensen, hebben een enorme bescherming naar proefpersonen en is het eerst een toetsingscommissie die oordeelt en daarna, als alles is vastgesteld, inclusief inclusiecriteria, mag jij daar zelf als proefpersoon iets over denken. En ik geloof er wel in dat we daar wat dynamischer kunnen worden. Dus dat die citizen science daar wel een rol kan spelen. Dus dat onderzoeksvragen vanuit de samenleving komen, maar dat je je ook kan voorstellen dat je wat minder strikt bent in die selectiecriteria. Als mensen Martine, echt geïnformeerd dat ze willen doen. Maar de WMO zegt toch niet dat je gepromoveerd moet zijn om geldig te zijn? Dus als mensen thuis experimentjes gaan doen, geldt dan ook niet de WMO gewoon? Ik denk dat je er heel snel niet aan voldoet. Hè? Omdat er natuurlijk ook over allerlei artikelen in staan over de instelling. Dus ik denk dat je heel snel in het strafrecht terechtkomt. Ja, oké. Maar nogmaals, ik vind dat hele citizen science idee juist heel goed om daar dynamiek in te krijgen. En misschien ook die, nou ja, de soms wat rigide houding van die totale bescherming en het paternalisme naar de proefpersoon toe. Iets meer vrijheid, hè, op het moment dat je
Als je wel 30 pagina's informed consent, de meest vreselijke teksten van de farmaceuten, mensen laat lezen en vindt dat ze dat kunnen, waarom zouden ze dan niet ook over die inclusie iets kunnen zeggen? Ja, misschien daar aan toevoegend. We hebben natuurlijk, Marianne van het Hogewerf, hebben ons onderzoek gedaan naar wat motiveert mensen nou om mee te doen. Ook in samenwerking met Martine, waarom doen mensen dat nou eigenlijk? En er zit natuurlijk, het is gewoon heel duidelijk dat er enorme heterogeniteit is. Hè? Wat de ene doet, doet de ander niet. De ene vindt het leuk om te bungee jumpen en de ander niet. Er zijn mensen die zeggen, ik zou nooit aan zo'n studie meedoen. En er zijn mensen die zelfs zeggen, ik zou er voor niks aan meedoen. Om allerlei redenen. Dus ik denk dat het wel goed is om dat te vermelden en dat het soms ook lastig, ik merk dat het soms lastig is als mensen zelf, nou ja, als je zelf een soort van referentiekader hebt van nou dit is echt, ik zou je nooit aan mee willen doen, om je dan te kunnen verplaatsen in ja, die mensen die dat wel willen, zeg maar. Dat is lastig. Volgens mij zijn we ook trouwens aan het eind gekomen van deze hele sessie. Dank aan de KNW en aan alle sprekers voor een geweldige bijdrage en een belangrijke discussie, denk ik. Waarschijnlijk niet de laatste pandemie. Ik denk dat challenge-modellen wel een belangrijke waarde kunnen toevoegen. Maar dat die vraag moet wel scherp zijn en dusdanig van belang. En dat er geen alternatieven zijn dat je daarmee kan gaan beantwoorden. Dit is denk ik een soort startpunt die we hebben. En er is ook ZONMW's mee bezig. Hè, van goh, hoe gaan we hiermee om met dit soort vraagstukken en dit soort aanvragen voor dit soort studies. Dus we zijn er nog niet. Maar we hebben een belangrijke stap gezet. Uiteraard houden we iedereen op de hoogte van als er verdere ontwikkelingen zijn. We kijken ook uit naar de eerste resultaten ook uit de UK, wat best spannend is van hoe het daar gaat en levert het op wat we hopen. Dus nog genoeg te doen. Mogelijk ook wat investeringen nodig om dingen te versnellen rondom bijvoorbeeld de GMP-ontwikkeling. Dus ook daar zijn er nog wel dingen die we kunnen verbeteren, ook landelijk, voor nu en voor in de toekomst. Maar bij deze denk ik dank aan allen wederom. En aan Ron ook, als de echte host van de KNW. En tot de volgende keer. Dank.